Whoopty freaking do! Een hele goede middag allemaal. Het is vrijdag 7 augustus 2020. Van harte welkom bij einde van de week live hier bij GameKings. Hoe is het met iedereen? Het is warm hier. Het is warm. Er staat een fan hier vol op mijn poren. Alles gaat naar omstandigheden redelijk. Ik hoop dat jullie de dag ook een beetje heelhuids doorkomen. Die vraag stel ik ook aan een van mijn twee tafelgasten, te weten Daan. Goedemiddag. Ja, nee, jij komt snel. Jongens, het is hier zo fucking heet. En ik heb net de ramen dicht moeten doen, omdat er heel veel vervelende kinderen hier buiten aan het spelen zijn. Vandaar dat je dan geen last hebt van het geluid. Maar ik kan je vertellen. Ik zit in mijn onderbroek. Gadverdamme, dat is TMI, Daan. Nee, maar dit was nog binnen de grenzen. Oké. Okay. Ja, wat doe je al? Er staat een ventilator op je te blazen. Ga dan niet met die ontsmetter spuiten. Kom hè, ben ik. Wat een pannenkoek. Gaat die gewoon met die ontsmetter spuiten naar zijn microfoon, terwijl die ventilator vol op hem staat? Ja, tuurlijk komt het in je ogen. Ja, had ik niet aan gedacht. Jonge. Nou, oké. Okay. En de andere tafelgast is in zijn fysieke aanwezigheid hier lekker bezig. Dank je wel. En die is ook wel nodig. Gelukkig niet met, met een broek aan. Een broekje. Ik heb een broekje. Ja. Brakka. Ik heb een brakka aan. En water in je oog en uitspoelen naar. Het komt vast wel goed. Ik hoop het inderdaad. Voordat we van start gaan met deze einde van de week live. Natuurlijk altijd de wekelijkse huishoudelijke mededeling. Want ook deze week van, of deze editie van einde van de week live, wordt weer mede mogelijk gemaakt door MSI. De zomeractie van MSI loopt nog altijd door. En dus krijg je nog steeds bij aankoop van geselecteerde desktop monitoren en chairs tot $300 steamtegoed erbij. Ja, dat is niet niks. En te koop zijn onder andere de nieuwe monitoren en 10th generation desktops. En in de tekst bij de video vind je de link die jou naar de actie doorverwijst. Goed, tot zover de huishoudelijke mededeling. Over tot de orde van de dag, over tot de orde van de week. Ja, ik heb het ook een beetje moeilijk met al deze warmte en het praten. Maar in deze studio valt het ten opzichte van de redactieruimte nog mee op dit moment. Het is heel raar hoe de trifecta van redactie, studio en blast beneden werkt. Het is geen pijl op te trekken. Soms is het ene warmer, soms is het hier warmer. Dat is een mysterie. En in dit geval is het hier nog wel aardig. Het is nog aardig te doen, inderdaad. Ja. Gelukkig wel. Laten we hopen dat het de komende pakker anderhalf uur ook zo blijft. Ik bedoel, die lampen maken het natuurlijk niet koeler hier. Nee. Dus, een biertje wel. En de fan die je hier natuurlijk ziet staan, waar ik achter zit verscholen. Die hebben we expres helemaal geloopt, zodat die stil is. Zodat je het, als het goed is, zowel in het item als op Twitch, als natuurlijk in de podcast, niet hoort. Mooi. Misschien nu, als we stil zijn. Ik hoor hem. Dan hoor je hem heel in de verte. Ja, daarom heel in de verte. De echte audiofiel met zijn koptelefoon op gaat het zeker wel. Kunnen jullie alsjeblieft jullie fan uitzetten volgende keer? Ja, dat krijg je dan. Maar voor ons is dit chill. Ja. Hey, laten we de week maar eens even doornemen. En natuurlijk moeten we beginnen met het absolute hoogtepunt van de afgelopen week. Kijk Daan er nou echt juichend bij zitten. Hij probeert zijn enthousiasme te temperen, maar het is niet mogelijk. Het is fantastisch. En dan, we hebben het natuurlijk over State of Play. En, ik dacht dat je het over de launch van Fall Guys had. De launch van Fall Guys, daar gaan we het zo meteen zeker ook nog over hebben, ja. Maar wij PlayStation fanboys, ik vind het trouwens wel heel erg grappig dat Koos in zijn eigen streams, die haalt ons altijd naar beneden. GameKings. Ja. Of waarom? Omdat wij PlayStation fanboys zijn. Dat doet hij in zijn stream. In zijn stream kraakt hij ons af als zijnde PlayStation fanboys. Okay. Hij is de Xbox. Hij zakt dingen zijn die. Hoe heet hij ook alweer? Meneer Xbox. Die guy van Xbox. Phil Spencer. Ja, Die Spencer, want die is natuurlijk ook 1000 keer verhuisd en wat dan ook. Dus ja, nee, maar die Phil Spencer, hij swallowt echt heel diep Koos. En dan in zijn ik eigen. Ik vind Xbox ook super cool hoor. Nee, dat kan niet. Nee, dat is waar. Nee, okay. Sorry. Nee, hier zit zeker een geframed PlayStation fanboy. Ja, wij zijn zware PlayStation fanboys, als ik Koos moet geloven. En, dus waren we super enthousiast over alles wat we zagen gisteravond tijdens de PlayStation State of Play. Dat is sarcasme. Ja. Tuurlijk is dat sarcasme. Oh, maar zei hij dat wel? Koos blijft beweren dat wij PlayStation fan waren van de State of Play van gisteren.
Waarschijnlijk wel, nee, ja. Nee, dat heeft hij niet gezegd. Nee, toch niet? Wat heeft ik heb er naar gekeken bij Koos in zijn stream. En A, hij kon zijn bek niet houden tijdens de stream zelf, waardoor hij meer op andere kanalen leek. En B, het viel wel mee. Hij zei volgens mij niks negatiefs over ons. En als hij dat wel deed, dan is hij zijn piemeltje kwijt. Zeker, ja. Jawel, hij zei dat wij anti-Xbox zijn en pro-PlayStation. Ja, nou, dan heeft hij het sentiment van bepaalde mensen uit de chat meegenomen in zijn eigen mening of zo. Hij is geturnd. Hij is beïnvloed. Emiel Moten. Ja, Optimus Koos. Maar, Jacobus van Dalen. Ja, precies. Wat hebben wij allemaal gezien gisteravond tijdens State of Play? Nou ja, volgens mij was een van de eerste dingen die we zagen... Crash Bandicoot 4, It's About Time. Wat gameplay. Wat moeten we ermee? Ja, ik weet heel goed wat ik ermee moet. Het is gewoon weer Crash Bandicoot. Precies. En hoe lang bestaat dat al? Het bestaat al heel lang. Precies. Maar... Ziet het er naar uit alsof het iets 20 jaar vernieuwing doet? Nee. Misschien, ik ga dit proberen. Ik ga proberen niet mijn mening te verkondigen, maar mijn mening door te laten schemeren in de hele spot-on vragen die ik stel. Ja, precies. Dat is wat ik ga proberen. Ik ga het proberen, deze stream. Dan zal ik jou dan deze vraag stellen. Ja. Kan een Crash Bandicoot überhaupt voor vernieuwing zorgen? Nou ja, ik ben van mening dat wanneer je niet meer kan vernieuwen, dat je dan gewoon iets anders moet gaan doen. Of dat het kan natuurlijk zeker zo zijn dat als je iets hebt dat zolang al niet is langsgekomen in gamelandschap of in elk landschap dan ooit, om het weer een keer van, oh ja, ken je dit nog? Super, een beetje retro-achtig. Zelf hou ik daar alleen niet van. Dus ik heb zoiets van, natuurlijk, waarom de fuck zou je een platformer als Bandicoot of als elke andere platformer... Kijk, iemand zegt inderdaad ook in de chat, volgens mij heet hij Leaf. Mario blijft ook vernieuwen. Precies dat. Mario is ten alle tijde gewoon dus eenzelfde soort platformer, maar altijd doet het iets anders. Ineens zijn ze 3D over een soort van wereldjes met het tofste perspectief ooit aan het doen. Daarna is het weer veel meer een exploration-achtige game met sterren en dit en dat. Ze doen altijd vernieuwing. En dus moet dat ook bij Crash kunnen. Dus ja, goeie Lief. Thanks for helping me out. Overigens werd er gezegd, ik zie staan verschillende skins in de game. Microtransactions, here we come. Volgens mij zouden alle skins gewoon in-game te behalen zijn. En zou je daar geen microtransactions voor hoeven te spenderen. Dus dit is gewoon allemaal, dit is inbegrepen. Ik vind wel mooi dat dat tegenwoordig een ding is wat je dus moet benoemen... Dat je als je geen microtransactions hebt, of zoals ze daar zeiden, MTX. Ze zeiden er zitten 0 MTX in deze game. Alles is vrij te spelen door challenges en het opnieuw spelen van levels en de inverse levels en weet ik veel wat allemaal. Ja, dat is een USP. Maar ik vind het grappig dat we dat punt bereikt hebben. Dat je het dus schijnbaar, in plaats van dat je zegt van, oh ja, en er zitten dingen in de game waarvoor je betaalt, dat we nu het punt bereikt hebben van, er zitten dingen in een game waar je niet voor betaalt. Omdat het gewoon in plaats van de uitzondering de regel is geworden. Ja, daarom, ik vind het cool. Volgens mij, later gaan we het dan ook wel even over Godfall hebben. En wat we er ook van vinden voor de rest. Nu hoor je het al. Maar zeiden ze dat ook, weet je. Alle content zit er vanaf day one gewoon in. Dus dat is inderdaad iets, een soort van unique selling point wat je er nu bij kan zetten om goodwill te creëren. En ik moet zeggen, dat werkt wel aardig. Toch moeten we deze game, dit vierde deel, want het heeft zo'n 20 jaar geduurd toch volgens mij, voordat dit deel eraan kwam. Ja. Ik bedoel, het is niet alleen maar kommer en kwel natuurlijk. Er zijn heel veel mensen die deze serie nog nooit gespeeld hebben of die geïntroduceerd zijn tot deze franchise door die remasters, remakes, wat zijn het, die van vorig jaar? Ja. Remake. Ja, remakes. En er is een hele nieuwe generatie die deze game nog nooit gespeeld heeft en die gewoon... hard gaat, denk ik, op dit leuke kolderieke steltje. Dus... Scarlet Six, die zegt, thanks for your resub trouwens, 36 maanden. Die zegt van, was dit een PlayStation 1 State of Play? Ja. Nee, het was een PlayStation 4 State of Play. Ja, oké, dat sowieso. Maar dit was natuurlijk PlayStation 1, sommige stukjes. En daar ga ik het zo wel even over hebben. Want ik weet niet wat mensen voor verwachtingspatroon hadden wat betreft deze State of Play. Maar Sony heeft de afgelopen week duidelijk gecommuniceerd. Wij gaan het een en ander nog laten zien aan VR. Ja. Daar komen we zo nog op terug. We gaan wat dingen laten zien van PlayStation 4.
En we gaan ook nog een aantal dingen laten zien van PlayStation 5. Maar dat betreft dan voornamelijk de titels die we in juni ook al getoond hebben. We gaan gewoon wat meer informatie geven daarover. En dan, dan is de State of Play afgelopen. En dan gaan mensen lopen janken dat ze niet hebben gekregen wat ze willen. Ja, maar dit is exact wat er is aangegeven van tevoren. Leer lezen, leer luisteren, zeg ik dan. Ja, dit weten we wel al. Wij zijn al schreeuwerige gasten. En hè, kan je het soort van, wij hebben dan dat platform waarop we echt schreeuwerige gasten lijken. Omdat we dit dagelijks doen. Maar eigenlijk doen heel veel mensen dit dagelijks ook thuis. Door middel van hun keyboardje in plaats van een video. Dus, en nog veel erger dan wij. Dus wij weten inderdaad van, we wisten precies wat we moesten verwachten. Sterker nog, ik was aardig verrast op een positieve manier voor de dingen die ik zag. Dus, sommige dingen waren cool. Ja, ik vond een paar dingen echt heel tof. Dus ja, ik had zoiets van, fair enough. Maar ze hebben natuurlijk ooit een keer gezegd, soort van E3 persconferentie, we gaan later dit jaar nog een keer wat doen. Dus dat is waarschijnlijk misschien de verwachting die mensen hadden, is dat het nog zo'n soort grote, blik is dat ze opentrekken aan vetheid. Maar dit was gewoon een State of Play'tje. En ik vond dit een van de betere State of Play's die ik heb gezien. Ja, en dan zegt Ja, wat wil je zeggen dan? Is dat niet gewoon sowieso het gevaar van een moment creëren? Ergens gewoon een moment voor creëren. Een State of Play, een Nintendo Direct en wat dan ook. Ja. Maar op het moment dat jij zegt dat jij dingen gaat laten zien, hebben mensen automatisch er een beeld bij van, oh, het is een soort van mini persconferentie en we krijgen misschien wel echt wat nieuwe vette shit te zien. En ook al zeg je dan erbij van, oké, het is deze keer alleen maar PlayStation 4, alleen maar PlayStation VR, alleen maar indie en een klein beetje PlayStation 5. Ja. Dat mensen dan alsnog hopen op zo'n, oh, but wait, there's more moment. Dat is gewoon het gevaar van zo'n moment creëren, zo'n soort van mini persconferentie. En als je alle trailers los zou droppen in een week tijd, ja, dan heb je precies hetzelfde. Alleen dan heb je dus niet een stream waar een paar honderdduizend man toch stiekem zitten hopen op wat mooiers nog. Ja, dat is dan een beetje de manco van die honderdduizenden mensen, vind ik persoonlijk. Dat hopen op, ja, leer dat maar eens af. Misschien, dat hebben we ooit in het verleden wel meerdere malen gehad. Oh, by the way, one last thing. Ja, in de PlayStation, of in de E3 persconferentie. Ja, niet in dit soort digitale eventjes. Zo werkt dat gewoon niet. Dit is gewoon een hele droge, simpele state of play met heel weinig verrassingen. En daar moet je het maar mee doen. Mensen zeggen dan, ja, doe het dan niet. Ja, maar waarom niet? Weet je wel? Ik bedoel, een kleine update van wat er allemaal gaande is. Op korte termijn en wat vergezichten. En dan kun je het kut vinden. En dat is helemaal prima. Overigens, make no mistake. Ik vond het ook gewoon weinig boeiend allemaal. Ik keek er met een half oog naar terwijl ik gewoon met mijn werk bezig was. Ik vond het echt leuk. Nou ja, dat kan. Dat is prima. We kunnen even namelijk het lijstje afgaan. Ik vond inderdaad Crash Bandicoot had ik zoiets bij. Van, ja, weet je, whatever the fuck. Laat het maar lekker 20 jaar geleden liggen. Ja. Nee, ik zou mijn mening niet wel geven. Wel cool, maar gewoon niet vernieuwend. Klaar. Het zag er wel geinig uit, maar het gaat geen... Ja. Ik bedoel, het gaat geen mensen die de franchise al heel lang kennen, maar toch niet speelden, ineens wel erheen trekken of zo. Het is gewoon misschien voor wat oldschool fans en voor wat nieuwelingen. Ja. Ja. Daarom, de nostalgie inderdaad. Ik ben niet zo van de nostalgie. Ik ben van de, vernieuwing, als het ware. Ja. Nee, maar ik denk dat heel veel Crash-fans van het eerste uur en ook gewoon wat nieuwe spelers die behoefte hebben aan een uitdagende platformer. Nou, en die hebben misschien nog nooit zo'n platformer. Dit is gewoon full on 90s stuff. Die hebben nog nooit zo'n soort platformer gespeeld. Daarvoor is het misschien cool. Ja, ja zeker. Dan gaan we even naar het VR-uitstapje wat gedaan werd. Het was Hitman. Hitman 3 in VR. En dat zag er toch wel verrassend aardig uit. Nou ja, weet je, ik heb volgens mij als kritiek gegeven op de vorige Hitman. Was dat dan 2 van de reboot? Van nou ja, oké, dit is ik ken dit wel, het is leuk. Ik hou van de Hitman-serie, maar nu ken ik het wel. En door deze twist, want je kan dus nu straks 1, 2 en 3 die nog uit moeten komen ook gelijk in VR spelen. 1 en 2 ook? Ja. Ja, het is allemaal. Ja. Dus je kan alles wat je hebt gekocht, kan je importeren in de game. Dus als jij 2 hebt, dan kan je die ook daar ook alles van spelen in 3. En je kan alle unlockables die je hebt gehaald in deel 2,
kun je ook meenemen de deel 3. En als je dus de VR-mode speelt, kun je daar ook van deel 2 de missies en de omgevingen van checken. Ja. Maar de hippie die zegt, Hitman 3 wil ik echt heel graag. Ze hebben die formule echt on lockdown. Of down tot een art. En dat klopt inderdaad. Behalve dat, dat hadden ze al met, weet ik veel, Blood Money of Bloodlines of wat. Die formule bestaat al heel lang. Is ook niet zo heel vernieuwend. Dus daarom was ik vrij, dat ik dacht van, nou, positief verrast door het feit dat het nu ook VR is. Want op die manier heb je het nog nooit gespeeld. Je hebt nog nooit een VR-game gespeeld die zoals Hitman, weet je, nou ja, wat is het? Kill puzzles doet of zo, weet je? Dat is, vind ik, genoeg vernieuwing om die nieuwe echt te gaan spelen. Ik vond het heel tof. Mm-hmm. Ja, als die shit gewoon werkt, als gewoon je precies de gameplay hebt van, nou zeg Hitman 2 dus, en wat Hitman 3 ongetwijfeld precies dat ook gaat zijn. En het VR-sausje wordt gewoon goed in die mal gegoten. Dat het bewegen werkt. Dat je verder alle gameplay-elementen hetzelfde hebt. Dan is het toch gewoon fucking geniaal. Ja, dat denk ik wel. Heel cool. Ik ben heel erg benieuwd of het echt iets gaat toevoegen. En, Het kan ook nog eens. Want normaal, het is wel echt een, in mijn gevoel is het heel erg een third-person game. Weet je, je moet kijken over je rug een beetje waar, weet je, en dan ga je dan een stapje de kast in of je doet het andere pakje aan en wat dan ook. Ik ben benieuwd hoe dat werkt, first-person überhaupt. En ja, dan kan je het uiteindelijk natuurlijk wel, terwijl Daan eventjes zijn camera aan het afkoelen is. Ik ben even wat koele lucht aan het binnenblazen, jongens. Ja, maar we gaan het zien. Ik dacht even dat je een scheet had gelaten, Daan. Nee. Zeker niet. En dan zegt Raul Giovanni wil een soort van ongelijk proberen te creëren bij mij. En zo werkt het niet helemaal. Hij zegt namelijk Bethesda software games zijn de grootste formule games in gaming. Nou, ik weet ten eerste niet of dat Bethesda games zijn. En ten tweede zeg ik ook niet dat ik, als ik zeg dat ik liever vernieuwing heb over nostalgie, betekent niet dat ik 100% van alle games die ik speel, dat ik wil dat het vernieuwend is in plaats van nostalgisch of hetzelfde of wat dan ook. Dat sluit elkaar niet uit. Ik zeg, ik zie graag vernieuwing games en ik ben niet heel erg van de nostalgie. Betekent niet dat ik nog steeds een soort van zwak kan hebben voor een bepaald genre. Dus, en als je het hebt over formule games, werken gewoon goed. Ja, dan heb je mascara op. Nee. Maar als je het over formule games hebt, dan kun je het beter hebben over Ubisoft bijvoorbeeld in de afgelopen 10 jaar. Elke Japanse game, RPG, naamvertrouwtje shit, elke puzzle game inderdaad, elke Mario, zijn ook nog steeds formule games. Ze hebben wel vernieuwing namelijk, maar het zijn nog steeds platform puzzle games. Dus ja, zo kan je natuurlijk genoeg dingen inderdaad proberen te weerleggen. Maar wat ik zeg, vooral, het maakt niet uit dat iemand mening A heeft en ook mening B kan hebben. Ik ben even doorgegaan naar de nieuwe game van Giant Squid, The Pathless. Ja, dat was wel een hoogtepuntje voor mij. Ja, het steltje spreekt me aan, maar dan zie je die gameplay uiteindelijk en dan denk ik van, ja, ik weet niet of ik dit wil spelen. Ja, ik wel. Ja? En ik weet, omdat het, weet je, het was een rare soort van skateboard game, waarbij je soort van moest schieten op orbs en dan krijg je velocity, krijg je speed, momentum en daarmee kon je dan weer allemaal andere dingen doen. Een soort van platform achtige gameplay die ik nog nooit ergens anders heb gezien. Tuurlijk leek het op Flow, Flower, Journey of wat dan ook. Maar dus doordat het feit dat je ergens, weet je, het had ook een grappling hook kunnen zijn, dat je daardoor gewoon gewoon een soort van. Dat was te Halo geweest. Dat was te veel Halo. Ja, want Halo is inderdaad de inventor van de grappling hook. ik vond het een mooie artstijl. Dan was het weer heel mooi in een bos. En dan was het weer een hele vette, rode, rare, weet je, wereld. Ik denk dat die game voor mij te gameplay-ish gaat zijn. Maar van wat ik zag, vond ik echt heel erg tof. Oké, over speed en momentum gesproken trouwens. Daar gaan we het ook nog wel even over hebben zo meteen. Oh? Maar dat is weer een ander verhaal. Hè? Speed en momentum. Oh, okay. Dat zijn een paar sterkhouders van een oud Twitch. Oh, momentum. Een oud Twitch streamer die zijn debuut lijkt te gaan maken op YouTube. Vandaag. Okay. Vandaag zelf deze inderdaad, ja. Maar even kijken. En van The Pathless gaan we. Oh ja, deze. Hood. Ja? Outlaws and Legends. Precies. Geen idee wat dit gaat worden natuurlijk. Maar, het wordt helemaal niks. Nee, het kan super generiek zijn. Het kan ook een coole game worden wel. Ik denk dat het best kut wordt. Ik vond het logo namelijk als designer een heel erg fucking sterk logo. En dan ben ik gelijk al fan. Betekent nog steeds dat die game kut kan zijn. Maar dit is precies waarvan mensen
Als ik zeg dat ik Japanse games op elkaar vind lijken, dit is precies wat je kan dan zeggen over westerse RPG's. Als het al een RPG wordt, maar... Nee, dit doet me meer denken aan die... RTS kan ook Mortal nog, maar... Fallen. Nee, dit doet me meer denken aan... Hoe heet die game ook alweer van... Dark Messiah. Ubisoft, van Ubisoft met die ridders en die samurai en de... Die fighting For game. Honor. Oh, For Honor, inderdaad. Ja. Ja. Want ja, dit lijkt soort, misschien wel een MMO-achtige game te worden. Want... Ja, maar generiek is het zeker. Het kan cool zijn, want ik hou gewoon van, weet je, zwaardjes en dat soort shit. Maar het ziet er wel generiek uit. Ja. Het is een 4 versus 4 game, zegt Vuigsletje. Is het, ja, 4v4? Vuigsletje. Ja, misschien is het wel 4v4, maar oké. Kan ook, ja. Multiplayer dit, nou dan ga ik het niet spelen, fuck deze shit. Ja. PvPvE is het inderdaad, ja. Jelle hoort multiplayer en haakt dan. Ik hoor inderdaad persons, weet je, dan is het namelijk niet PvP, maar Jelle versus teenager of zo, weet je. En dan verlies ik dan altijd, omdat die zijn sneller en die hebben, weet je, meer monster op dan ik. Niet per se, man. Als jij gewoon een goed team, als jij 3 goede teammaten aan je zijde hebt. Ik speel fuck off. Oké, en jij dan? Nee, nou ja, bij mij was het meer met alle respect naar Focus Home als uitgever zijnde. Maar ik zag dat staan en ik zag deze artstijl. En toen dacht ik van, oké, dit is een dubbel A-studio die aan een game gaat werken. Nou, dit die is een skate game. Game wil lijken. Dit als ik verwijs naar... Dan sorry. Waarschijnlijk niet heel goed werkt. Ja, als je dan kijkt naar jou, daar hadden we op een gegeven moment een discussie over jouw top 10 van vorig jaar. Mm-hmm. Dan weet je Remnant of the Ashes en dit en dat. Dit voelt voor mij in die categorie. En ik moet zeggen, van Remnant of the Ashes ben ik later wel nieuwsgierig naar geworden. Maar dat soort mid-categorie games of iets dergelijks, die af en toe natuurlijk echt wel pareltjes kunnen zijn. Vampire look, inderdaad vampire-achtige stuff. Ja, wat hebben we nog meer voor dat soort voorbeelden? Die stuff. Ja. En dat voelde ik hier ook een beetje. Ja, het kan generiek zijn. Het kan ook een coole kant opvallen. Ja, maar qua gameplay doet dit mij vrij weinig. Dus ik zie het mezelf niet spelen. Misschien nog wel de allergrootste topper voor ons verstokte PlayStation 4... Fanboys was toch wel deze game. Godfall. Ja. Als het dan toch... Ik moet wel zeggen, deze presentatie... ik had echt nul zin in deze game. Ik heb nu 15% zin in deze game. Nee, weet je wat ik zag? Op een gegeven moment ze hadden me te pakken bij dat ze die armors lieten zien. Epic armors. En toen kreeg ik een heel klein beetje een Fable gevoel. Want dat ik hou gewoon van epic armors. Dus als ze iets met epic armors zeggen, heb ik ze van oeh, maybe. Maar als ik dan de gameplay zie en voor de rest ook de artstyle. Ja, nee, dit is inderdaad generieker. Kan niet. Dit is zo weird dat het niet eens meer... Zo generiek dat het bijna niet eens meer generiek is. Maar dit is inderdaad de equivalent van... Als ik zeg, Japanse games zijn altijd hetzelfde. Dit is de epiphany van hoe dat werkt met westerse games. Is dit 15% Unreal Engine 5? Weet ik veel. Het ziet er ook niet uit als een PlayStation 5 game. Het ziet er helemaal niet mooi uit. Het ziet er wel mooi uit. Nee, maar niet mind-blowing. Het ging me er meer om van... Het deed me heel erg denken aan... Je had destijds Paragon. En dat kwam toen naar de PlayStation 4. En het was zo'n MOBA. En het was echt gewoon... een en al tech demo voor die nieuwe Unreal Engine. Ja. En zo voelt dit ook. Gewoon van, kijk, we hebben veel particles en veel kleurtjes en weet ik veel wat. En veel glimmende armors en weet ik veel wat allemaal. En dan sterft het een pijnlijke dood na niemand die er meer over heeft. Want dat zal altijd bekend staan als die ene game die even liet zien wat de PlayStation 5 en de Unreal Engine Dat gaat het niet zijn. Dat gaat het niet. Weet je, dit is toch niet dat je denkt van als je dit ziet, dat je denkt van wow, die Ratchet & Clank. Weet je, dat is een game die gewoon eventjes laat zien wat de PlayStation 5 in het begin überhaupt al kan. En dat ze staan alleen maar stil, man. Ja, dat is het ook. Is het die enemies onzin? Staan stil, maar dan zeggen ze natuurlijk van ja, dit is wel, weet je, de game is nog niet af. Maar überhaupt, ik weet je, door Ghost of Tsushima bijvoorbeeld, hou ik wel gewoon van een beetje arcade hack and slash actie. Daar kom ik wel weer in. Dus ik ga het wel even proberen dit, maar ik kan me voorstellen dat ik het echt helemaal niks vind. Het is wel helemaal kut, man, dit. Het is super generiek. Ja. Het doet me trouwens wel een beetje denken aan een van die latere gebieden in Destiny 2 ook, trouwens. Over generiek in de Dreaming City. Ja, de Dreaming City inderdaad, ja. Daar heeft het heel veel van weg. Maar dit, wie gaat dit nou spelen, joh? Dit is gewoon helemaal niks. Nee. Er lijkt geen uitdaging in te zitten. Ik verwacht ook niet dat echt... het geval gaat zijn. Ze lieten meerdere game mechanics ook zien. Combat mechanics. Ik zag het verschil nauwelijks. Nee. Dus, ja, sure man. Whatever. Wat ben je nu aan het doen? Long wat doe je nu anders?
Nee, dit zijn echt van, ik vind het af en toe inderdaad, we hebben heel vaak, heb ik eigenlijk discussie, probeer ik die aan te gaan met jullie. Van oké, maar er zijn dus hele teams van mensen die met honderden werken aan een project waarvan heel veel, eigenlijk de wereld dan niet zoiets heeft van, ja, moet dit nou? En dan werken er 200 mensen aan. Wat denken die 200 mensen dan? Van ja, nee, anders had ik, weet je, het was of Halo of dit. En Halo werd ik niet aangenomen of zo. Weet je, dat je dan maar aan Goldwall gaat werken of zo. Maar dat is toch weird dat soort dingen bestaan. Als jouw baas wil dat je dit maakt en dan zeg je gewoon... Dan ga je toch naar een andere baas? Yes, master. Yes, master. Ja. Yes, master. Ja, nee, dan, ik weet het niet. Ik vind het altijd heel gek dat bij dit soort dingen... dat er dan mensen zijn die denken van... nou, oh, nee, is goed. Ik ga dit wel voor je maken, joh. If you say jump, I say how high. En als ik dan gewoon aan het einde van de maand weer mijn paycheck krijg... dan hou ik gewoon verder netjes mijn mond dicht... en doe ik mijn werk gewoon, weet je wel. Ja, iets met Squad die zegt in de Twitch chat... voor wie is deze game? Weet je, wat is de target fucking consumer voor deze game? De God of War speler of zo? Ja, maar die houden van gritty, harde shit, toch? Dat niet deze... Die houden van impact. Ja. En dit had geen impact. Nee. De want Destiny 2 spelen. Dit is een hack en slash generieke motherfucking game. Ja. Nou, kijk. Oh, long sword, double sword. Budgetbakje. Nou, ik zou vanaf nu al... van tevoren zou ik voorspellen slopen. En dat wil namelijk eventjes illustreren over het feit dat we de zeker laatste 5 minuten aan het inhakken zijn op deze PlayStation game. Dus dat we geen PlayStation fest. Wel Ornstein armor, fanboys zijn. Hey, come on. Wat? Wel Ornstein armor. Ja, maar daarom. Armors, dat is het enige waarvoor ik eventueel die game eventjes ga checken. Armors. Maar ja, moet wel leuk zijn. Of om ze te krijgen, om ze in effect te zien, dat soort stuff. Want dat was bij Fable, was dat gewoon amazing. Ik ben gewoon loothoertje. Nee, helemaal niet juist. Vroeger was ik een loothoer. Omdat als het op die manier in RPG's zit, in Oblivion, in Skyrim, met je Daedric armors, in Fallout... looten als in wat je tegenwoordig onder looten verstaat, namelijk Destiny stuff of zelfs Diablo stuff, vind ik vreselijk. Dat is voor mij niet hoe een Epic Armor... Een Epic Armor is een one-off en niet soort van, ja, als je nog 15 keer deze kut dungeon speelt, dan krijg je dezelfde, maar dan met een paars kleurtje en plus 5 stats meer. Dat is niet hoe het wat mij betreft werkt, maar bijvoorbeeld in, wat ik zeg, Fable of zelfs Ghost of Tsushima, dat je, ja... Een quest doet en op een gegeven moment echt een one-of-a-kind armor krijgt. Dat is hoe voor mij echt looten in elkaar zit. En op die manier ben ik een loothoer. Maar wat als je nu zegt, je bent een loothoer, dan voel ik me in het hoekje gedrukt van Destiny en Diablo. En dat heb ik helemaal niet. We zien alle nieuwtjes. Welke? Je is dat zo? Nieuwtjes. Doe die nieuwtjes weg! Nieuwtjes. Godverdorie, joh. Spelunky 2 heeft een release date gekregen. Temtem met Spelunky, man. Nee, dat is leuk. Temtem komt naar de PlayStation 5. En, Spelunky inderdaad en Braid. Ik had zoiets van, ja, jezus. Kijk, dat is ook vroeger toen dat uitkwam. En dan zo van, Braid Anniversary Edition. Ja, super cool dat ze het net even ietsje scherper hebben gehandverfd. Dat je gaat, alsjeblieft, weet je, ga op de fucking psych ward zitten handverven. En oké, komt die Sonic NL. Genshin Impact... De naveltruitje game van de fucking presentatie. Die precies weer mijn vooroordeel schetst van hoe Japanse games er allemaal hetzelfde uitzien. Want als je me vertelt dat dit een spin-off had geweest van Bayonetta. Ongeveer, maar met die spells en shit had ik het ook geloofd. En als er op andere dingen, weet je, je kan het nou spiegelen naar zoveel verschillende games. En nogmaals, hè, dat heb ik net ook gezegd over Godfall en ook gezegd over Hood. Dus betekent niet dat geen westerse games zijn die dat niet doen. Maar dit was wat mij betreft weer een naveltruitje Japanse boomer game. Ja. Gemaakt door boomers. Citrus Fruit Gaming zegt trouwens, wat vinden jullie van Grounded dan? Nou, laat ik jou vertellen, Citrus Fruit Gaming. Wij hebben zojuist, Jelle en ik, een early access bespreking gedaan van een kleine 20 minuten. Die komt, ik denk vandaag of morgen, of een deze dagen, komt die op GameKings.tv. Dus daar kun je onze mening, voorlopige mening horen over die game. Er zit in ieder geval wel potentie in een notendop. Het is een early access review, een soort van bespreking. Ja, Silly P vraagt, wanneer komt de Fall Guys review? Nou, laten we eerst maar eens even over Fall Guys hebben. En gaan wij die überhaupt wel reviewen? Ik mag toch aannemen van wel? Ja, of juist niet, omdat de hele fucking wereld... Ik vind van wel, hoor.
Ja? Ik vind van wel. Nou, dan mogen jullie dat met z'n tweeën lekker gaan doen. En ik vind dat JJ dan eigenlijk een DLC-pakketje voor moet regelen. Met een paar van die leuke outfitjes. Ik weet letterlijk niet eens wat het is. Het en is... Ik ben er echt heel blij mee dat ik niet zo'n sheeple ben als de rest van de wereld. Het is een beetje als de Cyberpunk gewoon. Ja. Ja, nee, ik heb het gezien. Het heeft al Cyberpunk colors. Ja, nee. Behalve dat er ook heel veel zwart in Cyberpunk zit. En volgens mij niet in dit, want ik heb wel wat art gezien. En nee, ik ben heel down met dat ik niet weet hoe wat dit is en waarom iedereen dit zo... het is gewoon het volg. Er zijn vier mensen mee gebeurd. En dat is fucking vet gewoon. Ik ben er nog niet is aan. Is het Takeshi's Castle, de game? Ja, okay. Ja, met z'n 60e en er vallen steeds meer af. Het is fucking fijn. Ah, oké. Okay. En de hele gamewereld is er momenteel opgesprongen. Ja, precies, dat bedoel ik. 64, wat was het nou ook weer? Ik moet even kijken hoor. Ik ga even dit fullscreen ga ik nu even wegklikken, zodat ik bij de... Schakelen terug dus. Ja, precies. Zodat ik nu weer bij de informatie kan komen hier. Ultimate Knockout, the number one most viewed game on Twitch with over 344,000 concurrent viewers. De nummer 1 verkochte game... op Steam 62.000 concurrent players. Ja, waarom? Waarom? Is het, omdat mensen schapen zijn. Dat denk ik ook, nee, sowieso. Joh. Nee, ja. het is leuk. Het is leuk. Het is gewoon schattig. Het is leuk. Het is lachen, gieren, brullen. En alle neppe kutgamers zijn er dus mee bezig. Het is, want je moet het gewoon, is gewoon fun, je bent gewoon een neppe, het is gewoon fun. Neem er een pakker een biertje bij en gewoon nee, lachen. Maar... Het zijn van die oenige spel zonder grenzen, Takeshi's Castle momenten. Het is leuk. Partygames zijn ook leuk. Dat is super cool. Het is gewoon tussendoor lekker. Ja, fuck it. Ja, en ja, het is gratis op PlayStation Plus. Ja, dat is de enige. En dat, ja. Nou, dat is de reden nummer twee. Ja, fucking power move is dat, man. Funny stuff. Het staat gratis op dingen. Er zijn vier grote streamers die het doen. Dus heel Twitch volgt, omdat die dat zien. En daarna volgt ook de hele gaming community. Doet niks aan van het feit dat het een leuke game kan zijn. En ze zeiden ook van, ja, weet je, er spelen zoveel mensen spelen het nu dat het buggy is. Ik had het wel op Twitch of op Twitter gezien dat de ontwikkelaar zoiets had van, ja, we proberen dit echt zo snel mogelijk bij te schalen, maar we hadden dit niet bedacht. Give us some time, want ze werden gereviewbombed. Ja, dat vind ik dan ook wel heel erg kinderachtig. Ja. Dat tegenwoordig alles maar gereviewbombed wordt. De game werkt niet reviewbombed. Ja. Ja, omdat ze gewoon ze hadden niet bedacht dat ze fucking number one Steam game zouden zijn en wat dan ook. Dus. Nee, dat het door zoveel mensen gespeeld zou worden. Kijk, overigens, ja, dit is geen Boris, hoor, want ik heb ernaar zitten kijken. Het is niet zo dat de verhaal dingen gespoild worden of niet gespoild. Weet je, dat ik het verhaal niet ken van deze game en dus ook geen mening mag hebben wanneer ik ernaar kijk en het niet zelf speel. Ik zit ernaar te kijken, dus ik weet wat deze game in huis heeft en ik vind het gewoon hartstikke kleurrijk en hartstikke leuk en dus lachen, gieren, brullen, maar het is absoluut niet voor mij. Dus ik zeg ook niet per se dat het niet iets voor mij is qua game-wise. En het is heel kinderachtig, maar ik zit gewoon zo in elkaar dat als de halve wereld het speelt, ga ik dit niet spelen. En vooral niet als ik niet de eerste ben. Een antischaap. En het zijn heel veel van die antischapen die dan ook weer achter elkaar aanlopen. Ja, ik weet het. Maar dat is gewoon ook in elkaar zit. Kan ik voor de rest ook niks aan doen. Dus dat is gewoon, ik heb zoiets van, wat ik zeg, het is een free game. Er zijn vier Twitchers die het doen. Daarna doet heel Twitch het. En daarna doet de hele wereld het. Zo werkt het gewoon. En dan heb ik zoiets van, ik ga wel fucking lekker weer gewoon met draken en zwaarden aan de gang. En niet met deze shit. Weet je wat ik erg vind? Zo'n Core 1948 die dan zegt, net als Fortnite loopt Game Kings achter de feiten aan. Maar zo'n Core 1948... Die is waarschijnlijk 15. Nee, maar die komt dan in mijn chat bijvoorbeeld. Ik zeg maar, ik weet niet of het zo is hoor. Het zou kunnen, maar... Terwijl ik fucking de DLC van Nioh 2 aan het spelen ben. De hele andere kant van het spectrum, weet je wel. Hey, maar Skate, ga je Fall Guys ook spelen? Get the fuck out of here, man. Ik ben bezig met een echte mannengame. Rob, met je fucking colorful... Een hardcore game. Met een hardcore game inderdaad, ja. Laat me met rust, man. Laat me gewoon mijn Nioh 2 DLC spelen en val me niet lastig. Juist als mensen er dan om gaan vragen, dan heb ik zoiets van, ja, kennen jullie mij nou eigenlijk wel? Blijkbaar niet. Nee. Waarom gaan jullie mij vragen of ik Fall Guys ga spelen? Terwijl ik daar niet op zit. Maar dat is precies wat ik bedoel. Omdat mensen schapen zijn. Dus die zien het overal. En die denken dan van, hé, maar ik wil ook dat mijn favoriete streamer Skate It gaat spelen. En dat is waarom ik de game niet wil spelen. Precies om dat fenomeen. Fuck die schapen shit. Zij zien zoveel mensen er lol mee hebben dat ze denken van, oh, misschien vindt Skate het ook wel geinig. En dan vind ik het leuker om Skate los te zien gaan in deze game. En te zien schelden wanneer die van een richel wordt afgedouwd. Dan elke andere fucking nerd met blauwe of roze haren.
Nee, maar dat bedoel ik. Waarom hebben al die gasten blauw of roze haar? Ook dat is schapengedrag. Ik waarom... niet. Nee, jij niet. Nee, nee, gelukkig. De GameKings shit niet. De GameKings fucking crowd niet. En daarom zijn het ook GameKings. En niet, weet je, zit er hier niet een guy met blauw haar of zo, weet je? Dat... Ja, doe rustig. Ja, sorry, ik moet even rustig. Ik zou alleen maar vragen stellen. Maar hè, die game kan hartstikke leuk zijn. Zeker weten. Ja. En ik ga je niet aanbennen, Pac Mega Man, op mijn kanaal. Je hebt drie vragen mogen stellen. En je vond het nodig om een vierde vraag te stellen. Dan is het gewoon klaar. Dan krijg je geen second chances hier, Pac Mega Man. Althans, hier misschien wel, maar niet op mijn kanaal. Dus tot nooit meer ziens op mijn kanaal. Maar nee joh, kijk, ik vind het hartstikke leuk dat zoveel mensen ontzettend veel plezier beleven. Vind je het echt leuk? Nee, tuurlijk niet. Nee, dat bedoel ik. Ja, jij hebt dat stiekem ook. En waarom jij dat jullie care? Ik care iets meer. Ik care de verkeerde kant op. Smerige haat is dat jullie... Ik haat niet. I just don't care. Ik haat het fenomeen. Maar Jelle wel. Maar Jelle wel. Ik haat het schapelijke fenomeen. Skate gaat als een schaap achter Jelle zijn mening staan. Dat staat in het draaiboek nu inderdaad. Ik verdedig ook alleen maar de game omdat ik al meerdere keer gewonnen heb. Welke heb je al gespeeld? Oh, ik ben fucking talent schijnbaar, man. Ik had in mijn tweede rondje had ik al gewonnen. Oh, nice. Jij bent inderdaad... ik zou jou een echte Takeshi's Castle willen zien doen. Zo'n fucking obstacle. Boom, boom, push, bam. Dat lijkt me... Dat is wel grappiger, weet je. Dan zie je tenminste nog mensen lijden. En ik hou van leedvermaak. Ja, GameKings is PlayStation fanboys en antischapen. Ja. Ja, precies. Antischapen. Maar, echt iets anders. Wat ik wel echt fucking episch vind van PlayStation... is dat ze deze shit zo... spot on gekald hebben. Net als destijds met Rocket League. Ja. Hebben ze gewoon weer één game naar zich toe getrokken. In die zin naar zich toe getrokken dat ze het gratis op PlayStation Plus beschikbaar maken. Gratis. En daar wel weer een hit mee te pakken hebben. En dat zijn wel die slimmigheidjes die PlayStation met dit soort kleine games toch wel al vaker voor elkaar weet te krijgen. Ja. Ja, hebben dit soort dingen niet ook op Game Pass? Nou, misschien niet met dit succes, want Rocket League was natuurlijk ook zo'n geval. En dit heeft nog niet natuurlijk de status van een Rocket League, maar zou kunnen. Ik weet niet hoe lang het leuk blijft, dit. Ja. Die vraag kunnen we onszelf ook stellen bij Warzone, denk ik. En we gaan eventjes overstappen naar Call of Duty Warzone. En nou ja, niet zozeer Warzone, maar wel het gegeven dat de nieuwe Call of Duty waarschijnlijk maandag... vertoond gaat worden. Jo. Want volgens mij was het gisteren of zo... dat het populaire Call of Duty kanaal... Charlie Intel... een foto plaatste op social media... met een soort krat dat ze van Activision hebben ontvangen. En op die krat staat... dat het niet opengemaakt mag worden... voor 10 augustus... 6 uur 's avonds Nederlandse tijd. Dus grote kans... dat Call of Duty... Cold War of hoe die ook mogen heten... dan... een worldwide reveal gaat krijgen. Waarom zo laat pas als die in het najaar gaat uitkomen? Je hebt natuurlijk een onwijs momentum van Warzone. Dat was een paar maanden geleden zo. Dat zal over een paar maanden nog steeds zijn. Je moet het op een gegeven moment... Je wil natuurlijk op zo'n momentum je volgende game releasen. Ja. Nou ja, je kan dan nu net zo goed wachten tot november. En dan heb je nog steeds momentum. Dus, maar ja, je gaat niet zeggen, hij komt volgende week uit. Je wil wel een marketing traject. Dus is nu, denk ik, de afweging die ze hebben genomen. Nu is het moment. Dat snap ik wel. Ik ben alleen heel benieuwd of dit dan een singleplayer game gaat zijn. Of dat Warzone... Of Warzone door blijft gaan. Ja, ik vermoed dat ze met Warzone door zullen blijven gaan. Ja, je zou zeggen dat moet. Ja? 100%. Ja, het gaat ook sterk verweven worden met Warzone, die nieuwe game. En Black Ops 4 dan? Die ook namelijk gewoon toen Warzone kwam gewoon gekilled is. Want dat was met Blackout. En dat... Ja. Dat bedoel ik. Daar stond Blackout gewoon gelijk aan. En hiermee hebben ze gewoon de nieuwe stap gezet. Ja, maar Warzone is zo populair dat ze gewoon die lijn door willen zetten. Warzone houden, maar wel een nieuwe Call of Duty releasen. En die Call of Duty gewoon heel erg, zeg maar, ja, mensen laten voeden richting de kant van Warzone en andersom. Ja, maar Blackout was de Warzone van Black Ops 4. En daarna, toen dus, weet je, had nog eventjes gingen mensen wel blackouten toen de nieuwe COD al was gedaan. Maar op een gegeven moment kwam Warzone. Gaan ze dus voor die nieuwe, weer een nieuwe Warzone starten? Of zullen ze doorgaan omdat dit zo'n succes is met daadwerkelijk deze Warzone? Wat eigenlijk dus een onderdeel is van
Wat is het? Deze Warzone, Met deze Warzone. Modern Warfare. Ja. Modern Warfare, En, maar waarom... Hoe werkt dat dan? Want die andere is een nieuwe game. Ja, als ik hun was, zou ik gewoon... Ja, als ik hun was, gewoon met Warzone nu verder gaan. Ja. Is volgens mij op dit moment nog steeds de meest populaire Battle Royale game. Staat denk ik wel boven Fortnite en de andere Battle Royale games. Warzone backt lekker. Ze hebben een solide fundering nu neergezet. En ja, ik weet niet of ze dan met deze basis verder gaan of dat ze gewoon een geheel eigen Warzone gaan opzetten. Nou, als je dus kijkt naar wat er vanaf de vorige COD is gebeurd tot en met deze, dan zouden ze dus gaan voor een nieuwe. Na een paar maanden. Ja, mag ik even inhaken op Cor? Cor, doe even rustig, man. Laten we elkaar eens mening respecteren. Dat is wat GameKings vraagt van de kijker. Maar zelf mogen ze kijkers wel publiekelijk te schande brengen. Mening respecteren, dat vragen we niet echt. En ik spel ook niet op de man af. Ik zeg niet jij of hij of zij. Nee. Ik heb het over de gamer. En dat zijn miljoenen mensen. Die mag ik best... mag ik wel een mening over hebben, toch? Ik ben niet het soort van een schande. Ja, oké, ik noem het schapen. En dat zit wel misschien een stukje mening in. Maar en dat is ook allemaal... Het wordt ook allemaal met een knipoog. Jelle, ik speel de man af. Jelle, ik speel de man af. Jij bent een fucking anti-schaap. En daarmee ben je gewoon een smerige hipster. Don't take it so personal. Ik zeg het ook niet personal. En namelijk, dat is het andere ding. Wanneer je het tegen GameKings hebt, heb je het tegen 5 gasten. Niet tegen miljoenen mensen. Dus ik vind daar dat er een verschil in zit. Inderdaad. Dus weet je, en af en toe. En ik zit hier op een platform waar wordt gevraagd om hier te gaan zitten met een mening. Dus dat is natuurlijk ook wel weer een ander ding. Ja. Natuurlijk mag je ook namelijk kritiek hebben. En ja, nee, oké. Ik snap de split daarin, maar het is niet hetzelfde. Want kritiek hebben of eigenlijk GameKings afvlammen is wat anders dan een community van miljoenen mensen schapen noemen, denk ik. Ja, precies. Plus, we zitten hier gewoon af en toe een beetje te prikkelen en te jennen. Te jennen, joh! Ja, ja, natuurlijk. Nee, we zitten hier voor discussie aan te wakkeren. En dat, ja, weet je, dat is minder persoonlijk dan dat je denkt voor ons. En dat wij heel veel invloed hebben op deze industrie, Cor, dat overschat jij schromelijk, denk ik. Je kunt alles van ons aannemen, maar je kunt ook heel makkelijk niks van ons aannemen. Het is geheel aan jou, man. Dus... weet je, ik bedoel, neem ons niet zo serieus. Dat doen wij zelf ook niet. Miljoenen mensen, een beetje overschat. Ik heb het ook niet over. Ik heb het toch niet over tegen de GameKings kijker. Ik heb het tegen miljoenen mensen, tegen de Twitchers en hun kijkers. Dat zijn denk ik wel miljoenen mensen, toch? Ja, inderdaad. En sensatiezoekers. Hartstikke leuk. Fall Guys. Ja, alle streamers, hey, alle kijkers en alle spelers. Hartstikke leuk. Maar wat betreft Call of Duty, kijk, Blackout was natuurlijk wel. Leende zich eigenlijk ook alleen voor Black Ops 4. Warzone is veel meer een soort van open canvas waar je nog shit aan kan aanpassen. Dus misschien komen er wat maps uit de volgende Black Ops Cold War heet die toch? Ja. Ja, nou komen er daarvan wat maps worden verwerkt. Black Ops Cold War of Call of Duty Cold War? In ieder geval die Cold War game. Ja. Nou, er kunnen makkelijk gewoon wat elementen uit die game, wat maps en zo, kunnen verwerkt worden in de Warzone, in Verdansk. Ze kunnen wapens overhevelen, dat je een andere lootpool krijgt. Dus een Warzone is veel meer... Met Blackout. Nee, maar ze gaan niet, want probeer jij Modern Warfare maar eens. Blackout was vrij specifiek. En ik denk niet dat het zich leent voor alle Call of Duty's. En Modern Warfare is net even wat meer... Ja, oké, het is dan in een moderne setting, maar je kan nog steeds die oldschool wapens gebruiken en zo. Ik denk dat Warzone gewoon zo open mogelijk is opgezet. Juist zodat de aankomende Call of Duty's allemaal kunnen inhaken op Warzone en daar wat aan kunnen bijdragen en andersom. Dus ik snap dat het nu zo gedaan wordt en niet dat het weer zijn eigen Battle Royale modus krijgt. 3 volwassen mannen. Ja, inderdaad. Wat overigens wel heel erg tegen Call of Duty kan gaan werken aankomende maandag, is het feit dat als zij daadwerkelijk inderdaad om 6 uur hun reveal gaan doen, ja, dat ze dan recht tegenover een andere niet al te kleine game komen te zitten. Want CD Projekt maandag Red... Maandag 10? Ja. Okay. CD Projekt Red heeft aankomende maandag ook om 6 uur, namelijk hun tweede Nightwire. Ja. Ofwel... Cyberpunk 2077. Meer Cyberpunk 2077. En laat dat nou net een game zijn waar best wel veel schapen op zitten te wachten. Fucking cyberschapen, jongen. Lekker. Ja, ik ben een van die schapen ook.
in dat geval. Ja, die schaap. Als je inderdaad een soort van uitziet naar... Maar kijk, er is een verschil tussen voor mij dan, hè, mijn realiteit en mijn rare twisted realiteit. Er is een verschil tussen zin hebben in een game en aan iedereen in de wereld die dat doet, laten zien of vragen van, hé man, waarom speel je deze game niet? Want die en die doet het ook. Er zit natuurlijk een verschil daarin. Maar ik ben een van die schapen die die game wil spelen. Aan de andere kant denk ik dat er heel veel van al onze schapen zijnde mensen zijn die twee dingen tegelijk doen tegenwoordig. Gewoon Night City Wire aan het kijken zijn samen naast de Cold War unit. En anders kijken ze naar elkaar. Toch? Ja. Dan stel je, ik weet niet, weet je, of ze letterlijk qua tijd helemaal in sync liggen. Maar dan wacht je even een uurtje met COD dan wel de Nightwire om gewoon de volgende te checken. De Nightwire stond al ingepland om 6 uur. Dus als ik, is deze ook om 6 uur? Ja, waarschijnlijk wel. Ja, maar dan kijk je hem toch als hij klaar is om 7 uur. Ja, maar je wil toch dat sensatiegevoel wil je hebben. Maar ja, dan moet je het inderdaad als Activision zijnde niet op hetzelfde moment doen. Mijn vriendin zegt altijd, waarom ga je in godsnaam altijd live naar UFC kijken om 5 uur in de nacht van 5 tot 7 met die main card? Om de momentum. En ben je gewoon de rest van de dag gewoon vertiefd, weet je wel? Ja, dat is omdat ik wil het moment dat iets grandioos gebeurt, wil ik niet missen. Ik wil dat niet naderhand in de ochtend of in de middag nog eens moeten nakijken, terwijl de hele wereld er al over praat, bij wijze van spreken, weet je wel? Ik wil het in the moment wil ik het ervaren. Ja. En hetzelfde geldt voor dit soort showcases. Ik wil het in the moment wil ik het gewoon ervaren. Ja. Bij dus waar kies je dan voor? Ja, dat is nog moeilijk zelf. Nou, ik denk dan toch die reveal. Ja, dat bedoel ik. Dat is ook cool. Dus dat je dan, want dat is namelijk iets nieuws. Die Night City Nightwire Wire Night ding. Dat zal ergens weer een hele niche feature gaan laten zien van die game. En ik hoef daar eerlijk gezegd ook niet te veel meer van te zien. Precies. Ik heb al meer dan genoeg gezien. Ik wil die game gewoon spelen. Ik weet niet, hoe sta jij er tegenover, Daan? Wil jij nog meer zien van Cyberpunk? Of wil je het gewoon uiteindelijk allemaal nu zelf kunnen ervaren? Nou ja, een beetje van beide. Ik ga het sowieso kijken. Want het ding is, er worden toch niet veel verhaalachtige dingen gespoild. En die game is zo groot dat het niet erg is om een beetje uitleg te geven van de gameplay elementen die er zijn. Die zich volgens mij dit keer gaan richten op de levenspaden en de wapens. Dus dat lijkt me super interessant om te zien. Of ik dan meer een cyberschaap ben of een duty schaap. Ik denk omdat het een nieuwe game wordt aangekondigd, ga ik toch wel eerst naar die... Ik ga die Cyberpunk presentatie kijken. Ah. Pak het eerst. Ja. Ricoutje, die zei net trouwens een hele goede... Die gaf een hele mooie beschrijving over deze schapen. Dus dat is sheep zijn. War sheeps. Misschien begint het wel eerder. Iemand geeft dat aan, ook in de chat. Het zou misschien al wel om 5 uur kunnen gebeuren. En dat dan om 6 uur... uiteindelijk die kist open mag nadat de presentatie al geweest is. Maar waarom ruk je die kist nu niet open? Waar staat die kist? Weet ik veel. Bij Charlie Intel. Ongeduldige hond. Jij bent zo iemand die zo'n adventkalender ook helemaal open trekt. Om alle chocolaatjes op te krijgen. Nee, ik heb eigenlijk heel veel geduld. Niemand zal dat geloven, maar ik heb heel veel geduld. Alleen als je mij vertelt... Ik heb heel veel geduld, maar als je mij vertelt het mag pas om 6 uur op maandag... Ja, dan gaat hij om 3 uur op zondag open. Ja. Stel dat je het gewoon per se moet tonen in een livestream. Dan is er niks anders op. Mensen zien al dat het plakpand aan de zijkant. En dat je dit provisorisch gewoon weer dicht hebt gedrukt. Maar dat is wel wat GameKings zou zijn ook. Gewoon dat verrukte plakband. Nee, we hebben het nog niet open gemaakt hoor. Ja. Gaatje inboren. Met een camera naar binnen. Oké. Maar goed, ja, dat is dus aankomende maandag. Activision en CD Projekt Red die zo'n beetje lijnrecht tegenover elkaar staan. Wie ook lijnrecht tegenover elkaar staan, as we speak, zijn... Alex en Feyenoord. Nee. Dat Tom en Jerry. Nee. Apple en Microsoft. Want, wat is het geval? Ja, het gaat over xCloud. En Android-gebruikers kunnen straks aan de slag met deze nieuwe service. Gratis bij Game Pass Ultimate. Maar de iOS-gebruikers niet. Want Microsoft is inmiddels gestopt met het testen van de service op iOS. Het ding is namelijk dat Apple zoiets heeft van... Ja, maar wij willen echt die quality control doen. Wij willen eerst even weten... Dat doen ze altijd. Ja, wat ze altijd doen inderdaad. En wij willen gewoon weten wat er op xCloud gaat verschijnen... voordat we het kunnen gaan releasen. En Microsoft heeft zoiets van... Ja, go suck a dick, weet je wel. Nee, we zijn gewoon het eerste. Ja, dat sowieso. Ik moest ook echt even lachen. Want aan wie denk ik als ik denk aan de combinatie tussen iOS en xCloud?
Wie zit er nu huilend op zijn bank met een jointje en een biertje? Koos? Ja, ja natuurlijk. Ja, dat ja. is inderdaad wel waar, ja. Hoe gaat hij dat doen? Maar ja, hij heeft ook wel genoeg devices waarschijnlijk waarop hij gewoon kan xclouden. Ja, gaan we xclouden vanavond. Maar xcloud draaide niet al te best op iOS. Gaan we x'en. Daarbij wil Apple 30% van die inkomsten en ze willen controle erover. Je kan niet zomaar apps buiten die Apple shit om gaan uitbrengen. Dus ze willen ook vaak alleen recht inderdaad. En voor zulke grote dingen zal dat misschien... daar moeten ze echt in gesprek gaan, ja. En dat is natuurlijk een Microsoft. En dan, ja, dus ik snap dat je zegt van dat ze een beetje tegenover elkaar staan. Want dat is inderdaad nu twee grootmachten. Ja, beide partijen willen centen zien waarschijnlijk. Stadia komt ook niet naar de App Store. Nee. Nee. Kijk, de uitleg van Apple is... These limits are because xCloud and by extension Game Pass... would bring titles to iOS that have not been through the company's reviews process. The App Store was created to be a safe and trusted place for customers... to discover and download apps... and a great business opportunity for all developers. Ja, en dat gaat nog even door en door en door. En antwoord Microsoft, accusing Apple of consistently treating gaming apps differently. Ja, oké. Ik vind het een aardig argument hoe ze hem verkopen. En uiteindelijk zijn het natuurlijk gewoon, vooral op dit gebied, zijn het wel competitors. Dus ik snap heel goed dat je als Apple zijnde niet per se... Een xCloud op je... Gewoon geld zien, jongen. Dat is echt niks anders. Alsof Microsoft niet al een beetje quality control doet voordat zij iets op xCloud slingen. Ja, maar niet de quality control van Apple. Dat is een andere quality control. En er zijn ook duizenden games of want in de App Store staan alleen maar betrouwbare games. Nee, precies. Daarom, dat is inderdaad ook gewoon het geval. Maar je geeft wel de scouting of wat dan ook uit handen. De observatie of iets dergelijks. Dus dan, ja, ik vind het niet een hele... daarom, het zijn gewoon fucking concurrenten. Dus ja, ik snap dit wel. Ja, nou, Apple doet bewijst zichzelf in ieder geval geen goede dienst hiermee, denk ik. Maar kan je... Dat zou toch ook heel raar zijn als Apple zegt van... Ja, xCloud, alle Microsoft games kan je gewoon lekker op onze Apple devices spelen. Het zou eigenlijk heel cool zijn, maar ja... Dat is ook heel raar. Ja, je trekt ook misschien wel mensen. Kom dan ook maar met die Game Pass naar PlayStation. Precies, dat soort shit. Dat krijg je dan. Ja. Oh man, dat zal het zijn. Dat is nog de overtreffende trap. Maar het is 50% van dat idee. Zouden we daar ooit naartoe gaan? Nee, niet die twee, denk ik. Zou jammer zijn. Misschien als je als Xbox ooit geen console meer zou hebben. Dan wel. Echt alleen als platform. Ja, en alsnog heb je natuurlijk ook Sony die ze console, ja, bepaalde games... Waarom zouden ze op PSN of je een xCloud gaan aanbieden en dat je daar een Ubisoft game kan spelen als ze ook gewoon diezelfde Ubisoft game in hun eigen store kunnen verkopen voor 6 of 7 tientjes. Dat is natuurlijk ook, het is gewoon niet heel slim als dat zou gebeuren voor een PlayStation. Tenzij ze op een gegeven moment zoveel marktaandeel verliezen dat ze gewoon gamers willen hebben en dan werkt het wel weer. Maar ja, dat is 10 jaar in de toekomst, praten we daarover. Ja. Dan maak ik even een sprongetje naar de PlayStation. PlayStation Exclusive Final Fantasy VII Remake verkoopt in 4 maanden 5 miljoen stuks. Als we dat afzetten tegenover de andere titels die het afgelopen jaar zijn uitgekomen. En we hebben het hier over een soort van, ja, wel episode content. Ook, ja. Dan lijkt veel, ja, als je de vraag stelt, is het veel, is het weinig? Dat lijkt me best veel, 5 miljoen. Voor zo'n game, niet een FIFA, niet een Cyberpunk misschien, als je dat trouwens, ook wel een ander verhaal natuurlijk, maar nee, 5 miljoen is niks. 5 miljoen ook digitaal nog. Ook. Ja, maar dat zit er meer bij. Nou, dat is een vrij, dat is een impressive nummer voor de meeste games. Ja. Dus daar komt nog wel aardig wat bij. En, maar als je kijkt dan Final Fantasy 15 verkocht 5 miljoen stuks in 24 uur. Toen die op zowel Xbox als PlayStation 4 uitkwam. Loont platform exclusiviteit dan wel? Ja, dat denk ik dus wel. Nee, nou, ja. 15 miljoen in 24 uur en 5 miljoen in 4 weken. Kijk, het is gewoon een ander soort game. Met een ander soort momentum. Het is een remake. Nou ja, ik wist niet eens dat Final Fantasy 15 het zo goed gedaan heeft. Dus... Dan is het weer wat minder impressive. Het is vooral nog veel meer impressive van Final Fantasy 15. Dus die had nog iets mee wat veel meer mensen wilden. Maar eerlijk is eerlijk. In de aanloop naar Final Fantasy 15, voor zover ik me kan herinneren, en de aanloop van die remake, zat toch wel een klein verschilletje qua wat mensen, hoe wild mensen gingen. Want ik bij die remake had, mensen gingen wel,
oh my god, ja, opnieuw. Het is de beste dag van mijn leven. Ja, fuck ja. dat. Maar die remake heeft gewoon zoveel voor zoveel harde pikken en natte kutjes gezorgd. Dat kan ook niet anders dan best wel wat verkopen. Ook al is het dus een exclusieve game. Nee, maar ja, op die manier. Maar Final Fantasy 15 ging dus veel beter nog. En die had veel minder van dat hele epische... Doe dat nog één keer? Hoe deden mensen? ja. Final Fantasy had dat minder. Er waren nog steeds wel mensen die dat ook deden. Maar ik denk in principe wat minder. Ja. Dus nee, dat is moeilijk. En dit precies, zijn dus digital sales, ja. Ja. Hot off the press, by the way. Rocksteady. Die we kennen van onder meer de Batman games. Mm-hmm. Heeft zojuist aangekondigd op de socials dat zij, zoals verwacht, met Suicide Squad bezig zijn. Dus de geruchten kloppen. Heeft hij een tie met de films? Die film die er nu weer aankomt, de nieuwe? Ik denk dat Rocksteady het gewoon op de Rocksteady manier doet. Ja, precies. Altijd inderdaad wel een soort van lichtelijke verbinding qua timing. Maar niet qua verhaal en eventueel characters. Misschien ook wel, je weet het niet, maar... Nou, je had ook Batman, Arkham Asylum, ja. Arkham City... Ja, die hadden niet per se met de films die toen uitkwamen te maken. Nee. Maar wel met het momentum van dat Batman gewoon even wat cooler gevonden wordt of hype was. Maar ja, ik zie het inderdaad, Draugr, die lacht inderdaad ook om Suicide Squad. Ik heb dat ook een beetje. Hebben we al beelden? Kunnen we beelden? Zijn er beelden? Zijn er characters? Ik heb geen idee. Nee. Op 22 augustus zegt DJ Alves, 22 augustus de reveal. Oké. Nou ja. Maar waarom kom je dan nu al op socials met een aankondiging daarvoor? Dat is een beetje een natte scheet nog. Een beetje pre-cum. Ja. Had op kan, zich niet kan ook in de smaak vallen. Pre-cum. ja. Ja, nee, dat is, ze gooien gewoon een proefballonnetje op. En sommige mensen houden van pre-cum. Dus ik ben gewoon niet zo heel psyched over de Suicide Squad. Nee, mij doet het ook heel erg weinig. Ben jij groot fan van de Suicide Squad, Daan? Oh ja, ja, je kan natuurlijk wel juist ook met hele weirde characters... kan je een hele leuke videogame ook wel weer... omdat het juist zo... Weet je, Batman is super uitgesproken. Dus daar moet je echt zin in hebben. Wil je dan echt The Batman aan het spelen zijn? En Suicide Squad zijn er meer. Het zijn wat minder bekend. Dus ja. Wat joliger. Ja, daarom. Dus ja, krijg je dat weer. Krijg je weer zo'n fucking jolige game. Ik heb zo'n hekel aan... Rocksteady maakt geen jolige de Rocksteady games. Saints Row krijg je dan. Nee, maar omdat in principe niet. Maar stel Suicide dat Squad wat joliger is. Ja. Of juist heel dark. Het kan namelijk ook een hele dark twist zijn op. Ik denk dat ze gewoon meer de comic kant op gaan. En dat die hebben ook wel een dark randje wat dat betreft. En ik denk dat ze zichzelf nu meer vrijheid kunnen toe-eigenen. Wanneer het aankomt op de karakteristieke movesets van al die verschillende vijanden. Of al die verschillende characters. Ja. Dus ze kunnen gewoon all out gaan. In plaats van zichzelf nu te beperken tot een Batman, een Robin, een Catwoman, weet je wel. Dus ze kunnen nu gewoon lekker een heleboel van die characters onder handen nemen. Ja. En dan denk ik dat je een hele lekkere, gevarieerde combat game, je kan het inderdaad krijgt. Precies, heel gevarieerd. Maar is het soort van, weet je, zijn dan niet alle characters een beetje te bland? Gewoon te niet ja, ze zijn wel uitgesproken in hun vorm en wat dan ook. Maar misschien niet in hun presence of gewicht. Raul Giovanni die zegt trouwens inderdaad, Arkham City is een van de beste games van de vorige generatie. Ja, ik vind dat open world game is die echt inderdaad echt heel erg goed. Dus ja, ik heb dan wel een hoge verwachting, maar ze hebben natuurlijk daarna ook wat games gemaakt die waren wat minder. Klopt het dan? Dus even wat ik zag dat James Gunn ook een Suicide Squad movie gaat directen? Nee, niet James. Hoe heet hij? Andere Gunn. Andere Peter Gunn? Nee, niet Peter Gunn. James, is hij wel James? Hij heeft misschien wel James Gunn. Ja, nee, die is bezig met de overhaul van Suicide Squad film. Nou, ja, dat kan natuurlijk de game ook weer gewoon even een set in de juiste richting. Of in de goede richting geven. Ja, maar is dat dan juist in het verleden hebben ze inderdaad niet de tie-in gedaan. Echt, hebben ze geen film franchise game gemaakt. Maar wel... een Batman game gewoon op een eigen manier. Maar ik ben benieuwd, omdat dit zo erg dus misschien wel lijkt samen te komen met de Suicide Squad film, zal het dan niet gewoon een filmgame, filmgame zijn? Het kan. Ja. En daar zou niks mis mee zijn. Want ik denk dat James Gunn wel in staat zal zijn om die characters in de film naar een hoger niveau te stuwen.
Ik bedoel, dat heeft hij met Guardians of the Galaxy precies. ook gedaan. Ja, precies. Dus dan moet dat volgens mij in die film ook wel goed komen. En ja, daar kan Zakkendik ook. Zakkendik, ja. Die kunnen daar ook lekker van profiteren, lijkt me, weet je wel. En inderdaad ook Romero, Cam Gunn. James Gunn, pre-cum, Cam Gunn, Zakkendik. Heel sick, ja. Even kijken. Dan hebben we... Even kijken. Oh ja, deze hier. Rocket Dick. Ook nog een nieuwtje van de afgelopen week. Spider-Man, die exclusief op de PlayStation 5 zal verschijnen bij Marvel's Avengers. Van de ene naar de andere superhelden crew. Veel gamers zijn natuurlijk pissed the fuck off. En... ja, mensen zeggen gewoon, mensen die niet in het PlayStation kamp zitten, zeggen dat natuurlijk, ja, Sony is weer spelers aan het kopen, als het ware, weet je wel. En ja, maar dat bedoel ik. Dat is hoe sommige gamers in elkaar zien. Misschien van, ja, weet je, Sony is mensen aan het kopen, Sony is blablabla. Wat ik zeg, kijk, als je dan de Jelle reactie wil weten, is een soort van, never like the cunt anyway. Weet je, dat is soort van hoe ik er dan in sta in dit soort question. Of in dit soort matters. Maar andere mensen hebben zoiets van, nee man, dit is helemaal niet cool. Sony is helemaal niet tof en wat dan ook. Dus staan die er wel stil bij dat Spider-Man letterlijk van Sony is? Nou ja, niet letterlijk van Sony, het is van Marvel. En ze hebben denk ik inderdaad de licentie voor Spider-Man. Dus logisch dat Spider-Man niet in een Xbox. Al moet ik zeggen, in Lego Adventures zal die ook zitten. En in, hoe heet die game... Avengers, Marvel Ultimate Alliance, dat soort shit. Volgens mij ook gewoon, zit hij ook gewoon in, is ook gewoon aan de Xbox. Dus aan de andere kant is het natuurlijk ook wel weer. Het zijn gewoon onderhandelingen. En in dit geval vind ik het een grappige move van Sony dat ze gewoon de Spider-Man exclusive hebben. En ik heb zoiets van, ja, dan speel je die game op Xbox toch zonder Spider-Man. Zo is het. En die Jannes. Ja. En om de Xbox krijg je misschien weer een andere character erbij. Nou ja, of misschien niet. En dan voel je je dan heel erg benadeeld. Ja, dan had je een PlayStation moeten hebben. Zo is het. Zo is het leven in elkaar. Ja, ik snap het gejank ook niet altijd even goed. Maar mensen voelen zich gewoon weer een keer in de, weet je, hoe noemen we het, verongelijkt of niet voorgetrokken of hoe je dat heet. Ja, dit is hoe het werkt. Weet je, als je geen auto hebt, dan kan je ook niet naar het strand rijden. Weet ik veel. Ja, precies. Dan ga je maar met de trein. Ja. Ja, maar ja, dan heb je in ieder geval nog een trein die naar het strand rijdt. Oké, fair enough. Dat is waar. Al moet je dan misschien... Ja, nee, oké. Okay. Verkeerde vergelijking. Ik probeerde een beetje on the spot er weer uit te rammen, maar dat lukt niet. Hele slechte vergelijking. Ja, De Nero zegt, op Xbox krijg ik Gabe Newell erbij. Nou ja. Dat is een heel vette superheld. Die wel, even Xbox aan het pushen was laatst Chin in Frog. De talkshow. Ja? Ja, althans, er werd gevraagd aan hem van, nou, wat denk jij dat de betere console wordt en waarom? Toen zei hij, ja, Xbox Series X. Ja, maar dat weet hij dan ook wel, maar dat is natuurlijk dan gewoon vol aan technisch. En misschien dat hij ook, want hij is natuurlijk wel iemand die door Steam en überhaupt ook met zijn games vroeger wel kijkt een beetje naar, nou ja, innovatie of de bouw, of weet je, de lat verleggen. Nou ja, dat lijkt natuurlijk Xbox qua tactiek of strategie wel te doen. Ja, zeker weten. Dit is nou eenmaal hoe de business werkt. Veel mensen zijn, die worden niet enthousiast van de manier waarop de business werkt. Ja, maar het zijn er ook bijvoorbeeld console exclusives. Een jaar lang, weet je, het zou ook gewoon een jaar, weet je, het had ook een console exclusive. Heel veel mensen die nog steeds zoiets hebben van, ja, maar ik wil ook gewoon de mogelijkheid hebben om die game te kunnen spelen. Ja. Waarom bestaat dit? Ja. Waarom bestaat console exclusiviteit? Hou daar eens mee op. Ja. Laat iedereen genieten. Ja. Ja. Nee, kom maar niet. Uiteindelijk ben je een consument van een industrie. En die industrie zit op wat voor manier dan ook in elkaar. En in dit geval, ja, precies. Ik wil God of War op Xbox. Ja, natuurlijk wil je dat. Maar, de Sony regelt een deal met een maker en dan krijgen ze wat exclusieve content. Als Microsoft dat wil, dan kopen ze gewoon die studio. Misschien goeie. Is dat nog erger. Dat is een hele goeie. Microsoft koopt gewoon die studio volgende keer. En dan krijg je een hele exclusieve game van Obsidian. Ja, nee, de goeie ook, ja. Ja, en koop Rocksteady meteen erbij. Je wilde Warner toch hebben? Nou ja, koop Warner. Weet je, dat is toch het gerucht dat al een hele tijd ging. Ja. Maar blijkbaar was dat afgeketst. Maar misschien ook niet, je weet het niet. Dan heb je ook weer gewoon wat hele fijne games in huis. En dan kun je ook weer gewoon daar lekker een exclusiviteit labeltje op plakken. Ja, zo werkt het. Speaking of Microsoft Studios, Obsidian werkt naast Avowed ook nog aan een onaangekondigde game.
ja, dat is dan weer zo. Dat kan heel leuk zijn. Dat kan ook heel moeilijk zijn, omdat je dan, ik weet niet hoe groot de studio tegenwoordig is, en je kan ook met een klein team natuurlijk gewoon een impressive game maken. Maar ja, Jesus, weet je, steek gewoon je resources in één hele vette game, zeg ik dan. Maar hoe groot is dat team in godsnaam? Want naast Avowed, waar ze mee bezig zijn, waar ik neem aan het A-team op zit, zijn ze ook natuurlijk bezig met Grounded, waar we het al... Maar dat is maar met een tientallen. Misschien. Ja, misschien met een elftal plus wat reserve spelers inderdaad. Ja. Eventueel meer DLC voor The Outer Worlds. Ja. Dat is ook nog niet helemaal klaar. En dan hebben ze dus nog inderdaad deze titel waar ze nog verder niet veel over gemeld hebben. Staat Iconic Obsidian Video Game Design Director Joss Sawyer himself a mastermind behind one of the best isometric RPGs on the market points to an experience that could very well be the developer's next large-scale project after about. Pillars of Eternity natuurlijk dan. Zou je denken? Ja, dat denk ik dan. Of zelfs misschien zelfs wel een uitbreidingje of een remastertje of wat dan ook. Dat denk ik dan. Nou ja, want ik denk namelijk dat die eerder komt. Het voelt alsof die game eerder gaat komen dan Avowed. Maar dan haakt Avowed daar toch heerlijk op in. Dat zou toch fucking geniaal voor ze zijn. Sterker nog, ik dacht dat ik toen ik Avowed zag dat een soort van rehashed Pillars of Eternity was. Fallout New Vegas. Ja, maar het speelt zich wel af in dat universum toch? Wat? In het Pillars, nou dat bedoel ik daarom. Dus ja, dat bedoel ik. Dus dat zou heel goed een goede tie-in kunnen zijn. Oh, oké, maar dat staat wel After Avowed. Oh, After Avowed. Oké, okay, dan wordt Avowed misschien, ja, wat zal het zijn, 23, 24? Ah, misschien wordt Avowed dan het opzetje naar die game. Ja, ja. Nou, maar dan denk ik ook wel dat het... Dan zal het... Nou, maar ze kunnen ook, weet je, je hoeft natuurlijk niet alleen maar groter te gaan. De hele, nog groter, game, nog groter. Je kan ook weer een keer, zoals nu ook Grounded, weer even terug naar een kleiner gamepje. Misschien komt hij wel hetzelfde jaar. Misschien is het wel het Grounded team dat daar, weet je, de concept artists al voor bezig zijn. Want de concept artists zijn natuurlijk al lang klaar met Grounded. En dat die nu bezig zijn met de game na Avowed. Met een klein team, dat kan natuurlijk ook. Ja, inmiddels hebben ze bij Obsidian meer dan 200 man. Ik vind meer dan 200 man klinkt voor mij als een studio waar ze met man en macht proberen Avowed tot een grote titel te maken. Een beetje AAA-titel heeft minstens 200 man erop zitten tegenwoordig. Op een groot project, ja. Op een groot project, inderdaad. Ja. Daar zit meestal 200 tot 300 man bovenop. Ja. Dus dat maar ze dan kan nog steeds ook, weet ik veel, 130 zijn. Wat in het pre-stage natuurlijk uiteindelijk, totaal, zullen er zeker 400 of 500 man aan een bepaalde game zitten. Maar dat betekent niet dat je in de, weet je, dat er nu gewoon skyboxen worden gemaakt. Gewoon grote levels worden gemaakt. Er wordt wat gameplay geprogrammeerd. Weet je, gasten zijn aan het schetsen. Stel, het zijn er 100, is dat al in een pre-stage natuurlijk best wel veel. En dan kunnen er nog 100 mensen over die andere Outer Worlds DLC, 20 aan Grounded en de rest aan deze game. Kan prima. Ja. Ja, 13 aan Grounded volgens mij, als ik me niet vergis. Ja, zoiets. En dat pas 2 jaar lang volgens mij. Dus, ja, maar het is ook, nou, dat merk ik. Dat zal je in de bespreking zien. Maar ja, het is nog niet groot. Het is Early Access natuurlijk. En we weten verder nog helemaal niet volgens mij wanneer de release datum is. Of de release datum komt. Of dit niet verder gaat komen dan Early Access. We weten het allemaal niet. Dat dit potentie heeft, zoals ik eerder al zei, dat staat wel buiten kijf. Even kijken hoor. Ja, de vraag, moeten ze niet oppassen dat ze niet te veel gaan doen? Of moeten ze veel content maken voor de Game Pass filosofie? Ja, zeker dat. Is dat het? Tuurlijk. Maar wil Microsoft dan van Obsidian een kwantiteitsstudio maken? Ik denk dat ze van elke, en het is wat ik zeg, je kan natuurlijk, weet ik wat, 3/4 van je grote workforce gewoon op een grote knaller zetten. En daarna daarnaast de kleine gamepjes, zodat elke ontwikkelaar ook één klein gamepje per jaar in de nieuwe game van Obsidian, weet je, dat is nu dan Grounded, dat soort dingen in de Game Pass kan gaan zitten. Dat denk ik juist heel erg. Dat ze, en sterker nog, ze hebben zoveel studio's. Niet elke studio zal dat doen, maar sommige studio's. Zodat, en hoe cool is het ook als studio zijn, dat je niet 4 jaar lang aan één fucking project hoeft te werken, maar dat je een beetje kan shiften. Ik denk dat heel erg goed is voor de creativiteit. Mis je dan niet de focus op bepaalde titels? Nee, als je mensen met passie hebt en met kennis en met visie, dan denk ik dat niet. Nou, we zullen het de komende jaren zien. Het zal nu in het eerstkomende jaar nog niet echt zijn vruchten afwerpen. En ja, ook zeker wanneer het op financiële vlak aankomt. Game Pass,
Ja, de ene zegt ja, super rendabel. De ander zegt van ja, nee, het leidt alleen maar verlies. Het is om gamers naar ze toe te trekken. Dat is het. Maar wanneer genoeg mensen dat doen, dan weet je wat ik zeg. Als er 10 miljoen mensen in de wereld een tientje betalen, dan krijg je 100 miljoen per maand binnen. Dat is vrij veel. Ja, maar hoeveel gaat er van naar de studio's? En hoeveel blijft er over wanneer de studio's een cut gekregen hebben bijvoorbeeld, weet je wel? Ja, nou, maar nogmaals. Gemiddelde grote gamers tegenwoordig toch ook al tientallen miljoenen? Ja, nou, tientallen. Dus dat betekent dat je er één per maand kan uitpoepen. 100 misschien al. Ja, dan kan je er één per maand kan je er uitpoepen. Natuurlijk heb je ook weet je, serverkosten en heb je veel andere dingen die erbij komen kijken. Maar nogmaals, stel het is de helft. Dan kan je binnen 2 maanden een fout eruit halen qua geld. Stel dat die 200 miljoen kost. Dat rekensommetje is vrij fucking denderend, weet je. Dat uitpoepen, ja. Dat is gewoon... Het kan heel goed werken als het op die manier werkt. Ze maken toch 100 miljoen per maand, zegt Bram. Ja, dat weet ik niet. Ja, ik kan niet. Ik heb die cijfers niet paraat. Dus ik heb ook die kennis niet. En, voor mij is het ook te complex. Ik zie mensen af en toe smijten met cijfers. En, ik zie mensen smijten met een emoji. Ik snap het niet. Ik heb ook geen dat idee. Is Tom. Heeft Tom zichzelf of is het Toms kanaal? Of heeft Tom zich in de GameKings... Weird Jam. Oké, heel vet. Tom, onze guy, die heeft ook een eigen emoji. Die wil ik ook. Heel ziet er heel cringy uit. Hoe kijkt die? Wat is de, in welke expression? Hè? Probeer dat ook te beschrijven voor de luisteraars. Alsof welke expression? Alsof er iemand voor hem staat met een micropenis en hij echt zo... Dus het is een beetje dat de... is je piemel. Huh? Ja, wanneer gebruik je hem? Een soort van code, maar dan high. Op welke manier, wanneer gebruik je deze WordChamp? Wanneer gebruik je hem? Deze emoji. Ik begrijp niet eens waarom en hoe en wanneer je WordChamp gebruikt. Nee, dat zeg ik, dat vraag ik. Oh, dus ja, ik vraag nee, nu in welke, weet je, aan sommige hoofden kan je zien wanneer je hem gebruikt. Weet je, een soort van, oh echt? Of de kappa, wat dan ook. Bij rare uitspraken. Okay. Ah, oké, bij alle uitspraken dus in de chat. Ja. Daar komt het wel een beetje op neer. Of als je geil bent, zegt Romero, dat kan ook. Het is wel cool. Nu ik het zie dat het Tom is, is het heel grappig. Ja. En what the fuck? What the fuck? Oh, op een what the fuck bedoel je? Oké, dat vind ik een hele goeie. Dus what the fuck bedoel je? Dat is hem. Ah, oké. Okay. Anyway, we gaan even naar verkoopcijfers toe. Animal Crossing, New Horizons. Die verkoopcijfers zijn behoorlijk insane te noemen. 22 miljoen stuks zijn er inmiddels verkocht. Dat zijn er... meer dan alle Metroids bij elkaar. Als we dan toch nog een Nintendo-corrivé erbij mogen pakken. Toch maar weer de vraag. Wat maakt deze game in hemelsnaam zo speciaal? En ik stel hem ook aan de mensen in de chat. Want ja, ik heb er ook niks mee. Er komt God Goose, hoor. Hè? God Goose, gooit hem maar al in. Schapen. Ja, er is een groot gedeelte van schaperitis hierbij. Ik vond hem erg leuk. Escapism, zegt het is ook een leuke silly, game. Silly P. Ja, maar daarnaast, wat maakt het leuk? Ik denk dat de games zoals weet je, farming stuff, Stardew Valleys, al dat soort dingen. Er zit gewoon een bepaalde mate van even lekker met je voeten op de bank of op de tafel. Waar je ze ook wil doen, met schoenen, zonder schoenen, maakt geen ruk uit. Ja. En gewoon lekker tijdsverdrijf. Lekkere chillen, leuke lekker dingen rustig. Doen. Morgen weer terugkomen, weet je. Dat doet natuurlijk goed op die manier. Doet het werk dat leuk. Lekker rustig, cute, niet te moeilijk, niet te extreem. Al dat soort dingen. Ik denk dat dat heel goed werkt. Je hebt je Switch. Nou ja, zo, je hebt er wel veel voor. Maar uiteindelijk zijn het bepaald soort games. Het is gewoon chill. Deze game is wel heel breed, hoor. Want dit is echt jong en oud. Kan je gewoon van genieten. En gewoon zeggen, oh, ik heb een dorp. En mijn vriendin die doet het even 's avonds. Speelt ze het even. En ik overdag. En dan, ik pluk wat appels. En zij plant wat bloemetjes. Weet ik veel wat voor ons. Ja, het is natuurlijk een heel... Het is gewoon heel mellow en chill. En... ja, het is ook natuurlijk gewoon best wel in die zin tijdloos. Of het blijft heel erg relevant. Omdat ik gewoon constant van die het zijn heel veel van die inhakend op real life gebeurtenissen, evenementen. Zeg maar, weet ik veel, met kerst zal je een kerstevenement hebben. En het is zomer en het is herfst en het is winter. Ja, en er zitten steeds verschillende dingetjes in. Beetje looten inderdaad, beetje je eiland mooi opdirken. Het is gewoon het is heel erg mainstream. Voor iedereen is er wat wils. En ook voor iedereen die niet... Weet je, er zijn ook heel veel mensen die ik ken die zeggen dat ze geen gamers zijn. En die spelen dan wel dit. Dus dat is heel niche. Ik zie een heel niche opmerking. Hadden ze ook 22 miljoen stuks aangetikt als bijvoorbeeld de coronacrisis niet zijn intrede gedaan had? Dit was al eind vorig jaar toch, deze game?
Ja, maar hij heeft natuurlijk in de loop van dit jaar ook nog veel verkocht, volgens mij. En ja. Is hij niet dit jaar? Of is hij vorig jaar? Hij is dit jaar uitgekomen. Echt? Oh, was, ja, het niet, was het niet rond april ergens of zo? Nee, joh. In maart 2020. Bizar. Ik dacht dat dit al in lijstjes stond van vorig jaar, joh. Nee. Ja, mensen moeten dan toch thuis zijn. Ja. Heel vervelende buitenwereld. En dan kan dit, weet je, als je van cutesy shit wilde, dan ging je voor dit. Als je een Switch had. En wanneer je wat anders wilde, ging je voor Warzone. Weet je, die games hebben gethrived op corona. Dus dan is het ook gewoon een goed moment dat die uit is gekomen. Ja. En 22 miljoen is echt godskleren veel, ja. Het is echt niet normaal. Ja. Met een Final Fantasy 7 daartegenover met 5 miljoen stuks digitaal. Ja, ja toch. Nou, maar dat is het ding. Dat is natuurlijk ook wel veel meer niche. Dus daarom vond ik het al voor zo'n niche game. Vond ik 5 miljoen op. Nou, dat is best wel aardig. Hoe staat het er trouwens voor met de Nintendo? De Switch bezitter. Hoe staat die op dit moment in het leven? Wanneer het aankomt op titels die naar ze toe komen. En wanneer ze nou... Heel veel poortjes natuurlijk. En heel veel, ook hele niche platform poortjes. Maar er gebeurt poortjes. Niet zoveel de laatste maanden. En de komende maanden lijkt ook niet veel te gebeuren. Niet in de grote games. Maar ze hebben natuurlijk een hele goede streak gehad. En je hebt dus Animal Crossing. En dat is natuurlijk ook wel. Nintendo brengt niet 4 van dat soort AAA games per jaar uit. Je krijgt Breath of the Wild 2 inderdaad. En voor de rest staat er inderdaad niet heel veel van dat soort grote dingen. Er komt vast ergens weer een soort van Mario-achtige spin-off. Ja, Pikmin remaster aangekondigd. Pikmin is aangekondigd. Ja, remaster weer. Maar, ja. Ja, maar dat soort dingen komen er naartoe. En heel veel mensen hebben natuurlijk gewoon die Switch... hebben al 1 of 2 generaties niet die Switch games gespeeld. Of Nintendo games gespeeld. Ja, die kunnen dus nu heel veel van dat soort games die ze gemist hebben. Want nu komt er inderdaad weer een deluxe. Ze doen elk jaar wel 1 of 2 deluxe versies. En kunnen ze ook al die, nou ja, weet je, al die hardcore andere games die gewoon geboord worden naar de Switch, omdat het schijnt goed te werken qua techniek. En ja, die afzetmarkt is ook best wel groot. Ja, dus. Paper Mario trouwens, die is wel recent. Ja, dat bedoel ik, daarom. Dus, maar dat is misschien niet een super AAA, maar alsnog, wat ik zeg, een Mario spin-off. En er komt er vast, misschien dit jaar, dat bedoel ik. Weet je. Je hebt een Animal Crossing, je hebt een Paper Mario, je hebt misschien nog Breath of the Wild 2. Wil je er nog meer? Het zijn er best wel veel. Bravely Default 2 komt gewoon nog aan, volgens mij. Maar mensen wachten op de Metroid, tot de Bayonetta 3's. Ja. En dat Breath of the Wild 2. Breath of the Wild 2. Maar zeker, sowieso. Maar het duurt allemaal nog even. En, ja. Maar ze kunnen toch niet elk jaar, wat ik zeg, ze kunnen niet elk jaar 4 AAA grote Nintendo-only games gaan doen. Je hebt vorig jaar volgens mij een best goed jaar gehad. En nogmaals, er komen gewoon heel veel third-party ports naartoe. Vergeet ook niet dat Nintendo wel als een van de weinigen heeft gezegd dat ze echt hard geraakt zijn door die coronacrisis. Hè? Qua games en ontwikkeling. Dus ik vind het niet gek dat de tweede helft van dit jaar best wel karig gaat zijn. Ten opzichte van hoe ze het misschien in eerste instantie voor ogen hadden. En dat het gewoon volgend jaar misschien wat drukker wordt. Ik denk ook niet dat Breath of the Wild 2 dit jaar gaat uitkomen. Ja, hebben we het al gevolgd? Ja, dat is net inmiddels al laten zien, hè? Ja, Ayatollah Rock'n'Roller vraagt, hebben jullie het al over Fall Guys gehad? Jazeker, hebben we al gedaan. Nee, nog niet. Heb jij die game al gespeeld, Skate, of niet? Ik vind het wel wat voor jou om te gaan streamen. Fuck die shit, man. Ja, nee. Mijn favoriete streamer, zou ik dat willen zien streamen. Ja, maar dat zeg je ook als je tegen Koos praat. Ik weet niet, man, ik geloof je niet. Maar, ik krijg die vraag, stel, ik krijg die vaak vaker. Ik krijg die vraag vaker. Maar wat jij, Daan, wil jij die game niet streamen? Dit is wel de ultimate stream game. Ja. Ja, ik heb toevallig een capture card gekocht nu. Dus ik kan binnenkort gaan streamen. Ja. Nice. Dat kon je toch al? Oh, op de PlayStation niet? Ja, op de PlayStation, nee. Ik moet alleen wel een plekje voor mijn PlayStation vinden waar die zo min mogelijk herrie kan maken. Dus misschien ga ik hem hier achterin de kamertje zetten. Ergens een hoekje weggepropt. Hey, hoor ik dan een cyberschaap? Precies, ja. En wat was het volgende topic? Dat de levensduur van de batterij van de PlayStation 5 controller waarschijnlijk zo'n 3 à 4 uur langer wordt dan die van de PlayStation 4 controller. Ja, werd tijd, maar tegelijkertijd, ik heb hem altijd bekabeld gewoon. Oh echt? Ik heb altijd het kabeltje erin. Ik vind het heel irritant hoe snel die leeg gaat. Dan is het altijd toch, ja, maar dan is het toch fijn dat die de PlayStation 5 controller langer meegaat? Ja, zeker. Dat moest ook wel, want als hij dan korter had gedaan, had ik gek geworden. Dus ja, fijn. High five voor iedereen met de PlayStation. Ik kan misschien een hele avond met de controle doen.
Ja, dat, precies. Nee, maar letterlijk inderdaad. Toen ik Ghost of Tsushima aan het doen was, was hij gewoon... elke PlayStation moest ik hem gewoon zeker een keer opladen. En dus de helft van de andere... of de andere helft van die session gewoon bekabeld spelen. Omdat ik hem gewoon helemaal te stuk aan het wringen was. Ik was hem helemaal leeg aan het druiperen. En wat was ook in het verhaal? PlayStation 4 controllers kunnen niet op PlayStation 5. Xbox controllers daarentegen kunnen op alle systemen en ook de PlayStation 5. Nice. Dat is wel heel prettig. En Xbox heeft natuurlijk met die Elite, of hoe heet die dingen? Die, ja, die controllers. Echt een prima... Die Elites zijn super chill. Ja, heerlijk, liggen heerlijk in de hand en ja. Zo. Dus nou ja, ja, ik moet nog maar zien hoe ik die PlayStation 5 controller in mijn hand ga vinden zitten. Ik weet het niet, man. Ik heb mijn bedenking over die rare knoppen. Die bovenkant, die shoulder buttons. Die zien er weird uit. En voor de rest zie ik het wel goed voor me, maar... Ik ben ook benieuwd hoe groot hij is. Hij is iets groter dan de DualShock 4, toch? Fijn. Ik heb vrij grote klauwen, dus dan is het chill dat hij net even iets groter is. Ja, ik vind het namelijk ook de PlayStation 4 net te klein. Mijn duimen zitten altijd tegen elkaar als ik op die stick zit. Nou, ik heb altijd dat met mijn pink en mijn ringvinger, die zitten al soort van niet meer op het fucking... Weet je, ik heb die controller vast met twee vingers en die heb je dan ook nog eens nodig voor de fucking shoulder buttons. En mijn pink zit altijd onder dat fucking, ja, onderkantje, zeg maar. Dat... Ze zijn eigenlijk gewoon te klein voor mij. Ja. Oh, dat was. PlayStation 4 controllers kunnen wel op PlayStation 5, maar niet voor PlayStation 5 games. Dus wat is dan in godsnaam de meerwaarde ervan? Nou ja, voor PlayStation 5 games. Oh, op die manier. Ja, voor je PlayStation 4 games. Die, ja. Ja, maar die speel, ja, okay. Die speel je gewoon op je PlayStation 4. Precies. Ja, toch? Ja, tuurlijk. Maar goed. Dan het laatste nieuwtje van deze week. We hadden het er eerder al even over speed en momentum. Ik heb het natuurlijk ook over, Dr. Disrespect. Gisteravond op YouTube opeens een soort van intro scherm met wat radiocommercials, door hem zelf ook gemaakt volgens mij. En meteen trok hij zo'n 320.000 kijkers die een uur lang, of misschien wel langer, hebben ze te kijken tot hij misschien zijn stream zou aangooien. Dat is niet gebeurd, maar hij heeft wel heerlijke promo, in ieder geval wel heerlijke ruchtbaarheid gegeven aan een eventuele return. Of het daadwerkelijk gaat gebeuren vandaag, dat valt nog te bezien. Die kans is zeker aanwezig, maar toch wel verdompt grappig. Hij is 12 uur live met alleen een auto? Ja, dat is die intro screen van hem. Maar hij heeft wel gisteren gezegd op zijn Twitter: tomorrow we arrive. Dus het zal toch vandaag moeten gebeuren. Maar wat ik gewoon ontzettend raar vind, is dat er zowel van hem uit als van Twitch uit, maar Twitch, waar hij notabene een nieuw contract had getekend niet al te lang geleden, waarmee die bakken vol geld binnenharkte. Opeens was hij weg, geband bij Discord, geband, weg. En opeens, een maand later of zo, duikt hij op bij YouTube alsof er niks aan de hand is geweest. En we weten nog steeds niet wat daar gebeurd is. Dan denk ik van... Aan één kant is hij... er is iets gebeurd. Ja. Ik wil het er niet te lang over hebben, want ik ben geen shownieuws guy. Nee, precies. Weet je, en ik vind het ook... Fuck deze cirkel. I don't care. Skate Linde. Ja, maar ik zal je vertellen. Dit is wat mij dwars zit aan Twitch. Althans, sinds dat talkshows en dergelijke hun intrede gedaan hebben... Je bedoelt Twitch, een jaar of vijf geleden toen GameKings dit is gaan doen? Anders. Nee, anders. Nee, snap ik. Wij doen meer aan nieuwsgaring en dergelijke. Maar op het moment dat die talkshows met allemaal hun meninkjes over andere Twitch-streamers, et cetera, dat soort talkshows. Echt roddel. De FIFA of de Albert Verlinde shit. Maar de roddel-showtjes. Je bent er op dit moment mee bezig. Ja, dat wil ik dus niet. Nee, laten we dan die hele fucking cirkel met zijn hangsnor gewoon, dat je to infinity kicken. Ja. Maar wat ik bedoel te zeggen is dat vanaf dat moment er alleen maar ellende neergedaald is op Twitch of zo, weet je wel. Ja. Maar het is grappig dat we dat Disrespect nu op een ander platform gaan zien. Wanneer het gaat gebeuren, I don't know. Ga je er naar kijken? Nee, het boeit me niet. Maar het zal ongetwijfeld heel veel andere mensen wel boeien, aangezien er gisteren dus al 350.000 mensen... Klaar stonden te blaten. Massaal hun portemonnee ook trokken. Ik wou dat ik het kon. Met een wachtscherm gewoon mensen gewoon mij om de 3 seconden 5 euro laten. Oh ja, natuurlijk van hem snap ik. Ik wil dat ook. Punt bereikt in je leven, jongen. Laten we naar een reconstructie kijken. Ja, maar ik wens mensen heel veel plezier met Dr. Disrespect. En wie weet gaat ooit dus onder zijn steen... Ik wens ze weinig plezier. Ja, nou ja,
Ja. Ik wens iets toe. Ja. Nee, ik wens jullie helemaal niks toe. Maar ik ben wel heel benieuwd of ooit die onderste steen nog boven water gaat komen. Want je kan niet zomaar ergens geband worden en vervolgens ergens anders oppoppen alsof er niks gebeurd is, lijkt mij. Dat vind ik wel. Als in, natuurlijk wil je een, als kijker, hè, als entitled kijker, demand je waarom je niet meer op Twitch zit, verklaring. Maar uiteindelijk is het business, er is gewoon iets gebeurd wat de wereld niet mag weten. Uiteindelijk is ook hij, weet je, ook al is hij een individuele streamer, het komt neer op business en is er iets gebeurd wat... Wat we niet weten, wat niet kon, waardoor de deal niet door kon gaan. Je hoeft ons trouwens geen eikels te noemen. Ik noem je toch ook geen eikel? Doe maar rustig op. Waarom zijn we eikels? Ja, omdat... Nee, tegen de chat. Oh, nee, ja, ik weet niet wie talkshows naar Twitch gebracht heeft, weet je wel. Maar wat ik wel weet, is dat er een kausaal verband lijkt te zijn tussen al die roddelshows en het feit dat er steeds meer... bullshit gaande is op Twitch, weet je wel. Toen Twitch alleen maar gewoon lekker game streams had en dergelijke. Ja. Toen was er nog helemaal niet zoveel bullshit gaande. Maar met YouTube ook zo. Toen YouTube nog een platform was voor hele niche fucking film, weet je, de filmpjes en memes en dat soort shit. Weet je, die guy met die nunchuk en leave Britney Spears alone. Dat soort shit. En wat video's, albums die je voor de rest nergens kon vinden. Toen was het nog cool. En op een gegeven moment zijn gasten erop gaan vloggen. Iets dat GameKings ook al 15 jaar geleden deed. En toen werd het minder cool. Ja, dit is gewoon de wereld, man. De wereld wordt altijd minder cool. Ja, maar over het algemeen, wij bespreken hier toch veelal nieuws. Gewoon game-gerelateerd nieuws. Ja, ik vind ons ook heel erg een talkshow. Weet je, Brieven Maandag, dat doen we al misschien wel 10 jaar. 15 misschien? Nou, 10. Ja, maar in principe is dat een... Ja, weet je, toch vaak game-gerelateerde vragen? Ja, oké. Okay. Ja, nee, fair enough. Ja, op die manier. Dus onze insteek is nog steeds gaming. Maar ook muziekstreams kan ik af en toe best leuk vinden. Of knutselstreams kan ik best leuk vinden. De piepshow. Nou, de piepshow is natuurlijk niet een Twitch-item. Maar ook einde van de week live. Dat bestaat pas een jaar, dus dat is inderdaad zeker niet de eerste talkshow, maar we zijn al zo lang, we hebben altijd de insteek gaming, dat klopt, maar ja. We zijn wel al heel lang met talkshow-achtige content bezig. Maar en die talkshow als zijnde, hey, weet je, heb je gehoord dat Dr. Disrespect, en ik ben altijd in de appgroep namelijk ook, net zoals dat ik nu, weet je, dat jullie me nu recalcitrant vinden, zit ik ook in de appgroep altijd soort van, jongens, weet je, dan zit de Koos in een zware discussie over Dr. Disrespect, die is geband. Ik zit van, ga lekker avond vieren, jongens. En dan zeggen ze heel terecht ook, soort van, ja, maar dit is wat er nu gaande is in de gameswereld. Dus is dat ook niet heel gek dat het op GameKings voorbij komt. Dat snap ik ook wel weer. Maar aan de andere kant, ja, Jesus Christ, weet je. Ja, het is in ieder geval geen drama-show die we hier creëren. Het is geen shownieuws, geen RTL Boulevard of wat dan ook. Dus dat is, please go back to games, that's where we're at. Maar soms moet je ook even zijweggetjes nemen en dat kan geen kwaad. En als je drama wil, dan ga je Koos op donderdagavond kijken. Bijvoorbeeld, ja. Ja, was Koos drama gisteravond? Nee. Koos was gewoon dronken. En iemand, Hans Goedemoed, die vraagt trouwens... Hey, dit weekend op GameKings, Jelle / de rest. Wat gaan we zien van de Tesla? Gaan we de videoclip al zien? Hey, de videoclip is clipje of item nummer 3 in deze line-up. Maar Daan is niet as we speak, want je ziet hem hier nu praten. Maar daarna gaat het beeldscherm uit. En dan daar rechts... Nee. Kan je je beeldscherm soort van voor de camera... echt een 10 seconden mini-stukje laten zien? Oh, praat nog heel veel door. Ja, oké, we gaan even doorpraten. Want Koos gaat, Daan gaat op dit moment even kijken of hij iets op zijn beeldscherm kan tonen. Oh, hij kan misschien wel een virtual cammetje. Ja, dat is de roadtrip. Dus dat is het ding. We krijgen natuurlijk 3 items vanaf Texel en die met de clip te maken hebben. En gewoon nog steeds de GameKings. Omdat we in LA hebben onze trip hebben gemist. Onze lauwigheid hebben gemist. Hebben we nu een soort van on the road dingetje. En het begint dus inderdaad met de roadtrip. Dan heb je volgende week volgens mij ongeveer de making of de clip. En dan uiteindelijk als epiphany, als pinnacle, heb je de clip zelf. Waar trouwens, Kate, dat zal ik je gelijk dan eventjes vragen bij dit moment. Want we hebben natuurlijk ooit, is een van de dingen dat je wat bars dropt. Zou je blijkbaar. Kunnen, zou je een, hoeveel bars is normaal?
8? Ik wilde echt... Nou, 8 is weinig. 8 is weinig. 16 bars. Features, 16 bars meteen. Oké. Okay. Eigenlijk wel een korte voldoende. Feature. Ja. Maar hoeveel seconden zou dat zijn? 10? Nee, 15, dat is iets meer. 20? Dat is 25, 30 ongeveer. Ja, dat vind ik al veel hoor. Ja, laat mij er alsjeblieft van 8 doen. Want ik wil zo min mogelijk met dit hele bullshit project maken. 8 bars. Is fijn. Ik weet alleen niet of ik mijn ei erin kwijt kan. Maar ik heb zoiets van, ja, weet je... I bless mics like rain in Africa. Dat is al één, weet ja, je? Ja, daarom. Dit is fucking vet, ja. Ja. Nee, dus dat... mag het gewoon in het Engels wel? Zeker in het Engels, want de video, de muziek is natuurlijk ook gewoon in het Engels. Dus dat kan. En dan doen we hem, denk ik, misschien zelfs volgende week. Want je kan hem natuurlijk ook gewoon hier doen. Je hoort jezelf, we zetten de muziek over de koptelefoon. Je kan hem gewoon doen, we maken even een editje. Willen jullie een onderwerp of zo? Of kan ik gewoon vertellen hoe belachelijk kut ik en onbegrijpelijk ik die hele Toto-tekst vind? Je moet gewoon zeggen, dat life is not a joyride. Oh. Nee, laten we geen joyride. Je mag altijd een joyride passen. Zullen we joyride laten voor wat het is? Ja, precies. Nee, maar inderdaad, de tekst is namelijk ook fucking weird. Dus je kan gewoon natuurlijk zeggen dat jij lyrical superior bent aan fucking die guys van Toto. Dat soort stuff. Dat snap ik zeker. Oh, dat is je computer. Zit je nou expres je computer in beeld te doen? Nee. Patser. Cool. Even nou, laat me even een stukje zien. Heb je ook audio? Hoor je het op de achtergrond? Ja, nu wel. Heel zachtjes. Nu wel. Ja, klopt. Come on. Was dat zout? Ja. Zout, oké. Ja. Dit is onze biersessie. Is de potieverwending. Heel grappig dat je... Dat de geluid heel erg dipt. Nog één ander stukje. Dit is te veel. Nog één ander stukje. Mag geen naakt in, hè? Het is Twitch. Er mag geen blote reet voor Koos inderdaad in. Maar misschien wel iets met die fucking vette... met die zonsondergang. Dat jij een soort van, weet ik veel, stond te zwaaien naar God. Of ik weet niet precies wat het was. Nee, maar dat is met een andere camera. Dat is niet voor de rode. Mag je nog muziek spelen op Twitch? Het gebeurt echt gewoon dag in dag uit. DJ's die hele sets droppen. En als je een paar seconden kun je er nog mee wegkomen... dus dat zal niet zo'n probleem zijn. Maar licensed music mag je over het algemeen niet dit spelen. Dit was natuurlijk zo fucking distorted. Via een camera en een microfoon en wat dan ook. Dat gaat waarschijnlijk niet. En anders dan is het straks eventjes... weet je, kan je het niet meer luisteren. Ik heb trouwens echt wel een van de allermooiste dingen ooit gezien op Twitch een paar dagen geleden. Dat was DJ... ik ben even zijn naam kwijt. Maar hij had 35 rappers uit het verleden had hij gebeld. Ja. Van Run-DMC tot Grand Pooba, tot Rakim, tot Eric Sermon, tot LL Cool J. En Pass the Mic heette dat. Ja. Dat was midden in de nacht. Ik landde per ongeluk toevallig in. Nadat ik zelf klaar was met streamen. En al die artiesten... hebben gewoon een verse gespit van een oud bekend nummer van ze. En dat vijf... Achter elkaar. Ja. En dat was... Echt... Live. Nou, het was niet live. Nee, maar het was gemonteerd. Die edit had je nog nooit zo gehoord. Het was gewoon... Het was allemaal van tevoren opgenomen. Maar het werd live uitgezonden. DJ Cassidy inderdaad, Silly P. Die shit was zo awesome. Cool. Dat was zo ontzettend tof. Hoe lang duurde dat? Nou, het heeft een half uur geduurd. Het heeft een half uur geduurd ongeveer. Okay. Ja, één nummer van een half uur. Dat is vet. Ja. Nou ja, iedereen deed gewoon een couplet uit een bekend nummer van de desbetreffende artiest. Dus en dat was een heerlijke... Van zichzelf wel. Van zichzelf, ja. Ja, een heerlijke trip down memory lane. Er zal ongetwijfeld nog footage van zijn. Ik weet niet of je het kunt terugzien op Twitch. Maar ik denk dat er op YouTube echt nog wel captured footage van is, Raul Giovanni. Dus check it out. Het is DJ Cassidy Pass the Mic Volume 2. Zo heet het. Vet, ja. En ik zag inderdaad net, ja, de blote reet van Koos. Die zit in de... Zit die echt in de footage? Heb je dat gefilmd, Daan? Ja, zeker. Ik weet niet of je mij nu goed... ik heb één... Het is wel zonder geluid, want ik heb... Nee, ik heb nog geen muziek eronder zitten hier. Nee. Ik weet niet of je dit... Oh, wacht, dit is een nachtkast. Oh, shit. Nee, geen tepels. Oh, nee, niet meer. Dat is al te veel. Atzee, dat zijn te veel teasers. Te veel, Daan. Weg. Wie heeft het gefilmd? Ze zien het niet. Zelf? Wat zie je niet?
Jawel, ze zagen het wel. Ja, precies. Met een drone of zo. Ook drones, ja. Oh. Ja, maar voor de eerste in de geschiedenis, omdat het natuurlijk niet game... Kijk, GameKings is waar je nu naar kijkt. Gewoon de gasten, wij, gewoon die de hele tijd zitten te lullen en mening hebben. En mensen vragen, weet je, altijd soort van, ook als mediamaker vragen, maar waarom doen jullie geen drones? Daar gaat GameKings niet om, weet je. GameKings gaat niet om mooie shots. Dat is iets waar heel veel tijd en geld in gaat zitten. Nou, dat hebben we alle twee niet. We zijn gewoon aan het lullen over games. Maar in dit geval is het een clip, ja. Wat doen we dan? Dan doen we natuurlijk voor het eerst op GameKings fucking drone shot. Nee, voor de tweede keer trouwens. Oh, mannentepels mogen tegenwoordig anders geen TOS. Dat vind ik heel gek. Maar. Op Texel dachten ze meteen Boyzone komt terug. Ja, zeker weten. Ja. Dat, oh, je hebt nu de fucking, je hebt de fucking de suit is geteased. Nou, oké, okay, whatever. Dat was een goede tease. En dit is inderdaad van het GameKings OnlyFans account, Raul Giovanni. Ja. En er moet nog een ding... Van het hart. Nee, er moet nog een ding geschoten worden. Nog voor die... Ja, in de studio. Ja, nee, die dag in het leven van Skate, toch? Is dat echt... Ik weet dat dus helemaal niet. Dat het ook een ding is geweest. Dat is toen on the spot volgens mij nog toegevoegd. Omdat het de hoogste goal was toen gehaald. Nee, dat was Texel. De hoogste goal was dag in het leven van Skate, volgens mij. Ah. En Texel was nog... ver daarna. Ja, precies. Dat is echt gefreestyled. Maar dat is ook iets dat jij er nog eventjes moet inplannen. Maar ik zou zeggen, als dat dan toch moet, laat dat dan gewoon na de geboorte van mijn kleine zijn. Ja. En dan gaan jullie gewoon een hele dag even meedraaien met meneer Simon. Met luiers. Soep in de ogen, kots op zijn schouder. Ja, dat is helemaal waar. Zijn handen onder de schijt, weet je wel. Ja. Dat is een hele goeie. En dan kunnen we, weet ik veel, dan moet Koos natuurlijk ook vegen. Nee, dat is weird. Hey! Ja, nee, dat is wat? Ja, nee, je hebt gelijk. Wat zeg je? Ja, nee, ik dacht van, dan kunnen we je helpen in de weirdness. Nee. Dan kunnen wij ook meemaken hoe het is om een kind te hebben. Maar inderdaad, toen dacht ik, dat is fucking weird. Ja. Jesus Christ. What the fuck is up met jou? Ja, dat je er gelijk doordenkt, daarom is ook weird. Weet je, ik was gewoon heel soort van onschuldig. En toen had ik zoiets van, nee, dat is fucking awkward. What? Oké. Ik bedoelde het anders. Ja, nee, okay. Ik heb geen idee wat anders is hierin dan. Wat? Hoe anders? Hoe? Nee, maar als in, zeg maar, het is kut dat jij straks soort van niet kan slapen. Ja. Kutje. Ja, godverdamme. En soort van, weet je kind strompluiers verschonen. Dat is soort van, dat is leuk als jij het doet, maar het is nog grappiger als Koos dat doet. Maar aan de andere kant, ik zei het, toen had ik zo van, nee, dat is te fucking awkward. Dat kan niet. Dus ja, nee, sorry jongens. Nu snap ik de Tom. Nu is het soort van... Wat? Ja, nee, inderdaad, ja. Dat is inderdaad weird hof, inderdaad, dit jaar. Ja. Nee, tijd om af te sluiten. Onwijs. Kunnen we nog even iets normaals zeggen voordat we afsluiten? We hebben nog één puntje. Ja, dit is gênant. Dit is heel gênant. Jullie moeten allemaal... veel water drinken vandaag. Hij gaat zijn kanaal weer promoten. Allemaal vanavond nu straks. Nee, ik ga niet streamen vandaag. Nee, Wat wil je, Daan? Wanneer? Wil je iets zeggen? Ik wil mensen op het hart drukken dat ze veel water moeten drinken. Ah, nice. Ja, heel goed. Dat is zeker belangrijk. Ik heb hier ook nog een aardige fles staan. Dus die ga ik ook nuttigen. Ik ga zo meteen richting Den Bosch. Even wat eten daar met de schoonfamilie. Nice. Op veilige afstand allemaal. Ja, dat is mooi kut. En dan douchen is ook geen verkeerd idee. Ik ga eerst maar even naar huis. Koud douchen. Even opfrissen. En dan ga ik bij deze jullie bedanken voor jullie aanwezigheid. Ook Daan en Jelle, thanks weer voor jullie waardevolle bijdrage. Ja, behalve op het eind. Die vergeten we van Max maar even. Graag. Mensen thuis, ook bedankt dat jullie de warmte hebben getotseerd. Of misschien juist uit de weg zijn gegaan binnen met een verkoelinkje, met een drankje en een aircootje in de buurt. Thanks in ieder geval voor het kijken. Ik wens jullie een heerlijk weekend toe. En inderdaad, stay hydrated. En we spreken elkaar snel weer. Later. Bier!